Welkom bij aflevering 303 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart uh, en ik ben hier natuurlijk met Bert en Peter Slachter. Ja, goedemorgen jongens. Zitten we goedemorgen mee? Bart. Oh, ja, ja. Goedemorgen. <laughs> uh, als je wil, laat dan even 5 sterren achter op Spotify en like de video op YouTube. Word er ook even lid op ons YouTube kanaal, want daar wordt van alles geplaatst. Uh, we hebben ook best wel veel noodzaak uh, video's gemaakt de afgelopen tijd, dus die vind je daar ook. Zorg even dat je abonneert uh, en deelt uh, met andere mensen. Uh, die misschien uh, ook uh, in de, de bitcoins uh, zijn gestapt. zoals dat in de media altijd geschreven wordt. Want uh, daar kan je leren hoe je ze zelf op moet slaan, bijvoorbeeld. Dat is hartstikke handig. Dus stuur die video's lekker door. Je ziet, uh, vul je nergens in. Uh, let goed op scamwebsites en uh, kijk even op blaadje-niet-hekmaken.nl. Dat is een website waar je. Je um, ja, online security een beetje naar een hoger niveau kan brengen. Dat uh, is echt een handige website. Ga dat even checken. Gaan we even door met een bericht van onze hoofdsponsor. Dat is Bitfavo. En dat is de grootste crypto exchange van Nederland, waar je makkelijk en tegen lage kosten in meer dan 235 assets kan handelen. Inmiddels zijn het. Ik moest dat even vertellen, maar ik heb ze allemaal nageteld: 250. En er komen ja, er elke geteld. week meer bij. Elke week meer. Uh, wil je daar nou in handelen? Ja, dat kan. Dan moet je even naar bitfavo.nl en uh, sluit je aan bij 1 miljoen andere klanten en uh, nou, dan kan je ermee aan de gang. Je kan natuurlijk ook bitcoin kopen, ethereum. Alle grote munten zijn natuurlijk ook gewoon gelist. Dus uh, voor ieder wat wils, zou ik zeggen. Oké, okay, jongens. Uh, ik ben wel benieuwd trouwens of het nog steeds 1 miljoen is. Ik kan me voorstellen dat het de afgelopen tijd best wel gegroeid is alweer ja dat is ze ja inderdaad dat, uh, dat gaan we eens even doen nou ja ze luisteren dus uh, bij deze we horen waarschijnlijk wel een berichtje van uh, nee het zijn er 1.2 inmiddels of uh, ah, 1.3 ja. ja. of 2, of 17 misschien het... wel 17, 17 miljoen Nederlanders <laughs> <laughs> nou, dan maken ze er een liedje van denk ik <laughs> ja precies <laughs> <laughs> ja 17 miljoen Nederlanders in dat hele kleine stukje <laughs> <laughs> blogspace of iets in die richting uh, kom, kom je <laughs> Nou, ik goed. hoor het al. Jij, jij hebt een meme season meegemaakt. Ja, en jij ja, produceert oh. ze zelf ook gewoon. Hè? Ja, 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 ja. ja, kijk maar uit, jongens. Ik heb al ons sponsorgeld per ongeluk uh, verbrand. <laughs> naar een burn-adres gestuurd. Oké. Okay. Ja. Nou goed, komen we later op terug, dames en heren. Het klopt inderdaad. Het was, het was me het weekje wel. Ik heb echt weer een paar. Nou, dit is echt eentje. Prachtige verhalen heb ik uh, in het achterzakje zitten. We komen straks even op terug. Eerst eventjes het volgende. We zitten mi midden in maart uh, en we zijn bezig met de themamaand nog steeds rondom self-custody. We hadden natuurlijk al allemaal video's gemaakt uh, rondom self-custody. We hebben de Cryptocast uh, gedaan, noem het maar op. Uh, deze week zijn daar de Blockstream Jade uh, en de Bitbox 02 wallet bijgekomen. Daar hebben we een review of eigenlijk een meer, het is meer een tutorial van gemaakt. Die staat op YouTube. Uh, daar kan je hem kijken. Je kan ook naar bitcoinalpha.nl/thema maand gaan en dan kan je ze nalezen. Uh, we maken namelijk ook van die video reviews, video tutorials, ook een geschreven tutorial. Die staan ook online. Uh, dan moet je alleen even bitcoinalpha lid worden. Het is wel gewoon voor gratis leden of voor free members beschikbaar, gratis beschikbaar. Dus als je je e-mailadres achterlaat, als je een uh, account aanmaakt, dan kan je het allemaal gewoon lezen. Dus ga even naar bitcoinalpha.nl/thema maand. Ja, En eerlijk gezegd, maar kijk ook even naar Peter, want dat, dat is mijn geweten daarin. Eerlijk gezegd, zou ik gewoon zeggen: probeer het gewoon eens een maandje. Word even Bitcoin Alpha-lid. We zitten inmiddels. Ik probeer het eens een jaartje. Ja, ja. ja daarom, daarom vraag ja. ik het even van: ja, Jij komt altijd met die goede ideeën, maar ik daar zelf ja. niet aan denken, inderdaad. <laughs> nee, maar zonder dolle, we zitten bijna uh, op, op 5000 leden in totaal. En volgens mij duizend alphas zeg maar, duizend betalende leden bijna. Ja, zorg dat je daarbij bent. Het wordt echt een, een club waar je. Nou ja, je wilde er al bij horen, maar nu helemaal. De community uh, worden leuke vragen ingesteld, wordt over de markt gepraat, wordt over de technologie gepraat, er worden beginners geholpen. Ja, ik heb er wel heel veel lol in de laatste tijd, uh, moet ik zeggen. Dus um, ja, bitcoinalpha.nl/thema maand en dan kan je, kan je erbij. Als je in de community wil kijken, kan je even bitcoinalpha.nl/discord doen. Oké. Okay. Gaan we door. Uh, we hebben een aantal feestjes op het uh, programma staan. De eerste, die hebben we natuurlijk al uh, aangekondigd. De, tijdens de halving zal uh, 19 april zijn. In ieder geval het feest zal 19 <laughs> april zijn. De halving hopelijk ook. Het zit er nog steeds wel in. Het kan nog steeds, zeker, laat ik het zo zeggen. Het is zeker, zee, uh, niet, uit, uh, niet uitgesloten. Uh, ja, de halving party waar we zelf aanwezig zullen zijn, is die, uh, die, die georganiseerd wordt door de jongens van Bitcoin Amsterdam. Dat is vorige week aangekondigd. Dus check even de website bitcoin.amsterdam. Kan je voor 21 euro je ticket kopen. Ja, ik zeg: doen: wij gaan erheen. Uh, heel veel andere mensen gaan erheen. Volgens mij vliegen ze door de tickets heen. Dus uh, ja, twijfel niet. Kom gewoon gezellig langs. En dan, ja, dan vieren we de afgelopen halving en dan kijken we vooruit naar de volgende. Dat gaat super gezellig worden. Dus ik zou zorgen dat je daarbij bent. Iets anders leuks uh, wat op het programma staat, dat is 25 mei adopting Bitcoin. Uh, Patrick van der Meijden van Bitkassa natuurlijk, vriend van de show, die gaat, um, ja, die heeft zich toch wel de flinke taak gesteld om een Bitcoin-conferentie te organiseren. Dat is echt geen uh, geen makkelijk klusje. Mij niet gezien, uh, zal ik je al direct zeggen. Ik heb één keer we hebben die Tivoli. Uh, live show gedaan. Nou, ik vond dat al een hoop geregeld. Moet je je voorstellen als je nog meer sprekers en dagen en events en noem het maar op. Uh, Patrick is het wel aan het doen. Dus 25 mei gaat dat beginnen. Ja, daar kan je ook tickets voor kopen. Dat is wel leuk. Uh, volgens mij gaan wij zeker ook even een kijkje nemen. Uh, dacht ik uh, um, in ieder geval. Nou, ik in ieder geval wel. Laat ik het zo zeggen. Volgens mij stond hij ook uh, bij ons allemaal uh, op de agenda. Maar daar komen we nog even op terug. Ik ben er sowieso. Um, als je een kaartje wil, ga dan naar adoptingbitcoinarnam.com. En dan kan je even kijken wie er allemaal langskomen... en, uh, en wat je ervan vindt. En, uh, en dan kan je een kaartje kopen. Dus um, dat is ook iets wat je kan doen. All right. Um, neem even een slokje water, jongens. Want het zijn me toch een partij mededelingen. we gaan beginnen. <coughs> we gaan nu echt van start. Uh, ik had vorige week uh, aan de luisteraars thuis gevraagd... Uh, ik zal dus even... Ja, jij hebt natuurlijk nu al gezien. Dat moet ik even anders doen eigenlijk. Maar het polletje van vorige week... Ja, zouden we boven de 80.000 dollar zitten. Ja, Bert, ik denk dat ik met dat polletje... en jij met die smerig boelische marktupdate update van je, hebben we toch de, de bitcoin goden tegen het, tegen het scheenbeen geschopt, denk ik. Wij hebben toch even die correctie ingezet met, met, te boel, met een te, te boelische poll. Ik denk dat dat uiteindelijk de druppel was. Dat ze iets hadden naar nou, die marktupdate update, Ala. Maar die poll. Ja. Dat, dat kan niet, vriend. Uh, boven de 80.000. Het is nu goed geweest. Waar zitten we op inmiddels? Uh, 67 ja, of zo? Zoiets, ja. Ja, ja nee, geen 80.000. Nou, en ik moet zeggen, onze luisteraars hadden dat al lang gezien. Die hadden natuurlijk ook wel het geluk dat ze gedurende de week konden stemmen. Um, maar goed, uh, 80%, 73% zei uh, nee en uh, 26% zei ja. Nou goed, het is uh, leuk. Uh, ja, deze week weer een nieuwe pol. Ga we gaan we moeten eens even bedenken wat dat uh, gaat worden. Um, we hebben ook wat reacties op de show gehad. Uh, we hebben natuurlijk uh, Christian, die elke week weer eventjes... Onze beginner, onze beginnende bitcoiner, class of 2024. Onze brugpieper. Uh, die um, is best uh, nieuwsgierig geworden naar de ETF's afgelopen aflevering. En daar had hij wat vragen over. Hij vraagt namelijk... Wat houdt het precies in en wat zijn de voor- en nadelen? Misschien leuk om kort te behandelen. PS, super aflevering weer. Nou, thanks daarvoor, Christian. Wat ik je eerst ga doen, daarna geef ik hem aan Bert, die kan het binnen twee minuten uitleggen. We hebben hier, vooral uh, Peter, maar ook Bert trouwens, in de markets en in de nieuws van Bitcoin Alpha heel veel over geschreven in die periode um, Ja, voordat en nadat de uh, ETF's live zijn gegaan. Dus als je echt. Over ja, de van, meest gekke van, details. van oktober tot februari zo'n ja. beetje. Ja. En daar hebben we alles: cash, in, cash versus in kind. We hebben de, de, die, die gekke Kentucky-derby. Der, we hebben de manier waarop het gekocht wordt, de manier waarop prijzen bepaald worden. Elk detail is week in week uit behandeld. Dus als je er echt in wilt duiken, ja. Ja, dan moet je daar even kijken. Of in de Bitcoin uh, Alpha Community in het vraag-en-antwoord gedeelte. Ja, daar staan precies. ook best wel veel van dit soort vragen met een antwoord. Ja. Dus die is ook wel, uh, is ook wel een tip. Maar, Chris, omdat je natuurlijk onze, onze brugpieper bent, onze brugklasser, we helpen je natuurlijk ook een beetje. Dus Bert, ik zou zeggen, take it away. Ja, een ETF, dat staat voor Exchange Traded Fund. En dat is eigenlijk, ze noemen het ook wel een soort een wrapper. Het is eigenlijk een soort um, verpakkingsmateriaal van andere beleggingen. En dat kan van alles en nog wat zijn. Van um, grondstoffen, zoals olie en tarwe en goud, tot en met Aandelen, een aandelenpakketten, allerlei mandjes met aandelen, thema's, verschillende landen, maar ook Um, Derivaten zoals futures en opties, of zelfs hele beleggingsstrategieën. En al die dingen kunnen in dezelfde soort verpakking. En van al die dingen worden ETF's gemaakt. En het aardige is dat die verpakkingen allemaal op elkaar lijken. Dus alle ETF's lijken op elkaar in de zin dat ze um, op dezelfde soort manier kunnen worden gekocht en aangehouden. Namelijk bij een, bij een bro broker of bij een bank he, die dat soort dingen ook aanbiedt. En uh, dat maakt het ontzettend interessant voor beleggers, omdat ze, omdat ze als je één ETF kent, ken je ze allemaal, zeg maar. Dan kun je met allemaal omgaan. En het aardige is dat die ETF's een hele efficiënte manier zijn om blootstelling te krijgen aan zo'n onderliggend, onderliggende belegging. Ze zijn vaak ontzettend goedkoop. Hangt wel een beetje vanaf welke, hè? maar zeker de wat grotere de wat grotere markten die zijn heel erg goedkoop. Ze hebben een enorme liquiditeit. Dat betekent dat je met heel veel geld tegelijk in en uit kunt stappen. Ze hebben een hele lage spread. Dat betekent dat als je nu koopt en verkoopt, dat je in de tussentijd maar heel weinig verliest. Het blijft heel weinig aan de strijkstok hangen. Ze hebben hele lage kosten. Dus dat betekent dat als je het lange tijd aanhoudt, dat je maar heel weinig hoeft te betalen aan de bedrijven die de ETF-aandelen uitgeven. Dat zijn allemaal redenen om het te willen. En dan geldt er in sommige landen, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld ook nog, dat als je ETF's in je account hebt, dat je daartegen kunt lenen. Je kunt ze als onderpand gebruiken voor andere beleggingen. Dat is ook een reden voor sommige mensen om ze uh, te willen. Um, en daarnaast zijn er een aantal grote spelers, waaronder BlackRock en Fidelity en Vanguard. Dat is de top drie. Um, en als die besluiten een ETF uit te geven. Ja, dan dat, dat is dat ook een soort van kwaliteitskeurmerk voor beleggers. Hè? Dus als je de, de, de BlackRock iShares ETF's hebt, iShares, nou dat weet je, dan is het goed. Weet je, zo'n soort kwaliteitsstempel is dat geworden. Um, en dat alles bij elkaar maakt het voor beleggers heel erg makkelijk om te zeggen: Oké, okay, ik wil blootstelling aan, laten we zeggen olie. Nou, dan hoef ik niet zelf allerlei ingewikkelde futures contracten te kopen die ik elke maand moet doorrollen naar de volgende termijncontract. Nee, ik koop gewoon een olie-ETF van BlackRock of van Vanguard en hartstikke Day. Dan zit ja. ik, uh, zit ik uh, ge, hoe zeg je dat? Gebakken. Gebakken ja. <laughs> ja, dus, dus het maakt het eigenlijk. Makkelijk om in moeilijke dingen te investeren. Klopt. En dan even heel kort nog een brugje naar, naar Bitcoin. Eh, dus eh, op exact dezelfde manier is ook Bitcoin verpakt in een ETF. Dat kon in eerste instantie vanaf 2021 alleen maar met futures, Bitcoin-futures. Nou, die zijn wat inefficiënt en daarom wilde wil partijen eigenlijk al tien jaar ook gewoon spot Bitcoin. Dus gewoon harde Bitcoins op de ledger van de custodian van de ETF-aanbieder. Um, gewoon bitcoins in een ETF. En dat, is, dat mocht dus per nou ja, officieel goedkeuring op 10 januari... en de handel ging van start op 11 januari. En dat is om al die redenen die ik net noemde een big deal. En dat zie je dus ook nu dat er ja, enorm hoeveelheden geld die ETF's invloeien. Ja, ja. Omdat het voor mensen een hele goedkope, snelle, handige, makkelijke, veilige... betrouwbare, bekende manier is om bitcoins aan te houden. Hé, hey, dat klinkt goed. Maar dan wil ik nog één vraagje stellen. Als jij aan Christa moet zeggen van, joh, en wat is het grootste nadeel? Nou um, ja, voor Europeanen sowieso dat je ze niet kunt kopen. He, die Amerikaanse ETF's, he, dat is natuurlijk een, een nadeel. Uh, he, maar um, ja, in het algemeen aan ETF's is het nadeel dat, ze, um, bij, dat het via een financiële instelling verloopt. En, en, en dat heeft een aantal consequenties, namelijk dat je afhankelijk bent van die financiële instelling. Dus je kunt alleen maar handelen tijdens handelstijden. Dat is ongelooflijk irritant. Als jij op zondagmiddag Bitcoin wil kopen, dan kan dat gewoon niet via een ETF. Um, eh, eh, je kunt ze ook niet op elk moment uitstappen. Je kunt ze dus ook niet zomaar naar iemand anders sturen. Eh, jij, het is jouw blootstelling eraan. Eh, en, en eigenlijk, als je het helemaal een beetje meer, meer fundamenteel bekijkt, het zijn niet jouw bitcoins. Het zijn ja. de bitcoins. Eh, de sleutels zijn in handen van de ETF-aanbieder. Eh, dus, dus ze zijn wel juridisch van jou, maar ze zijn niet praktisch van jou. Dus jij, jij hebt gewoon aanspraak op die bitcoins, maar je moet nog wel eventjes via het loket van zo'n ETF aanbieden. En dat is prima als jij voor 10 jaar blootstelling wil aan, zo, aan, aan, aan de onderliggende koers. Maar op het moment dat jij die bitcoins daar volledig zelf beschikking over wil hebben, dus jij wil kunnen bepalen: wanneer ga ik ze versturen en naar wie en waarom en op welke manier. De enige manier op dat kan is die bitcoins zelf in je eigen kluis leggen, be your own bank. Nou, een mooie zelfkusten die maand. Uh, is, oh, daar zitten we nog in zelfs? Het is ja, nog zeker, maart. Zeker, zeker. Eh, um, en dus, dus dat is eigenlijk het fundamentele verschil wat ook nooit opgelost gaat worden met ETF's. Dat is inherent aan hoe die dingen werken. Eh, dus daar zit denk ik een groot. Ja, dat is eigenlijk een heel groot pakket van nadelen zou je kunnen ja. zeggen. Nou, eens, eens. Allright, nou uh, Christian, ik hoop uh, uh, dat, dat we je vraag met je beantwoord hebben en we zien je volgende vragen weer uh, tegemoet. Um, een andere Chris die zegt: Prima aflevering. Ik vraag me altijd af hoe je winst moet gaan berekenen over crypto. Ik kan nu al niet meer achterhalen wat ik ooit heb ingelegd. Ja, dat kan inderdaad best wel snel, best wel moeilijk worden. Uh, zeker als je op een gegeven moment besluit om in, uh, in de altcoins en de NFT's en weet ik het wat te gaan. Uh, uh, ja, dan wordt het heel snel een grote rotzooi. Zeker als je een beetje gebruik maakt van decentrale exchanges, noem het maar op. Ja, als het leed eenmaal geschiet is, dan is het best wel lastig. Dan moet je daar gewoon echt een weekend voor uittrekken om door de krochten heen te gaan. Uh, en, en ik zou dat dan zeker voor de coins doen waar je flink winst op hebt gemaakt. Degene die naar nul zijn gegaan, ja, weet je, die zijn dood. Dus whatever, daar zal de Belastingdienst niet uh, in Nederland in ieder geval niet. Achter je aankomen, omdat dat geen vermogen meer is. Het is niks waard. Dus ja, dan, dan, dan boeit dat dus ook niet zoveel. Um, ervan uitgaande dat je gewoon nog een baan hebt... en niet de hele dag aan het crypto handelen bent uh, geweest. Ja, en mijn tweede tips zijn, begin daar nu wel mee. En begin van mijn part in een, in een Google Sheet of zo... of in een Excel documentje om gewoon bij te houden. Wat zijn mijn posities? En als ik wat verkoop, dan leg ik dat vast. Uh, er zijn ook apps voor... Uh, veel exchanges kunnen ook uh, een uitdraai maken. Ja, ik heb vroeger in mijn uh, altcoin-ICO-periode uh, gebruikte ik altijd Delta. En dat vond ik echt een, echt een vette app. Die kon je ook aansluiten op de API's van, uh, uh, van de exchanges met je eigen account. En dan werd die helemaal gevuld met, met alle posities die je had en alle trades die je maakte. En uh, de ROI die je behaalde en dat soort dingen is dat wel een bug in. Die was bij mij vaak werd die in het rood weergegeven met een minnetje ervoor. Dat vond ik zo vreemd altijd. Maar goed, dat zal met. Uh, met ja, ik weet niet. Ik zou tot eens even een bug report uh, doorgeven. Joh, waarom, waarom, waarom was het allemaal rood en niet groen? Um, nee, maar goed, en ik hoor nog wel eens mensen erover dat Delta nog steeds best wel een relaxed app is daarvoor. Uh, het is wel enorm gegroeid. Ze zijn ook overgenomen. Dus ik weet het zelf niet precies meer, maar ik was er toen de tijd heel blij mee. Dus ik zou dat doen, uh, Chris. Uh, goed bijhouden. Um, dan hebben we op YouTube, daar zegt Ruut. Oh ja, vond ik wel een leuke vraag. We hebben best wel wat discussies nog gehad, uh, Bert, uh, over die, uh, uh, die seeds uh, en het raden daarvan. Ja, wat we zelf ook al zeiden, ja, het is zo'n raar concept dat het niet te raden is, ondanks dat je het kan, gewoon kan gaan proberen te raden. Je hoeft maar twaalf van die woorden op een rijtje te zetten. Uh, daar hebben we nog wel flinke discussies over gehad. En Ruut die vraagt. Uh, wat het raden van twaalf woorden van de seedphrase betreft... is het toch ook nog zo dat die twaalf woorden ook nog in de juiste volgorde moeten staan? Maakt dit het niet nog moeilijker dan Bert zijn berekening? Zou je dit graag de volgende keer horen? Ja, dat klopt. De, als jij van plan bent de seed van Satoshi te gaan raden en alleen die... ja, dan, 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 wordt het, dan gaat het van onmogelijk naar super onmogelijk, onmogelijk. Dat... dat Waar wij het vorige week over hadden, is dat je begint met raden... en dat je een seat te pakken krijgt die al eerder gebruikt was. Dat was uh, de berekening waar wij, waar die wij gemaakt hebben, die Bert gemaakt heeft. Uh, ja, als het inderdaad over een spe specifieke wallet gaat... ja, dan, dan, uh, ja dat, dat is gewoon helemaal niet te doen eigenlijk. Nou, volks, vol, ik denk dat Ruud bedoelt van dat hij zegt van ja... de berekening van Bert gaat misschien over dat die twaalf woorden... Dat je, dat je twaalf woorden hebt die in een willekeurige volgorde mogen staan in plaats van een specifieke volgorde zo, le zo lees ik hem ja nee dat klopt maar dat is ook ik bedoel in principe zijn alle seed words toch gewoon in in een willekeurige ja. ja nee we misschien moeten dat nog even expliciet aan voor u uh, uh, zeg maar vertellen dat dat bij seeds bestaat er niet zoiets als een willekeurige volgorde. Woorden zijn altijd in een specifieke volgorde. En that's it. En alle berekeningen die ooit mensen maken over seeds... gaan altijd over dat ze in een specifieke volgorde staan. Dus jouw vraag van... Um, is het uh, dat die woorden ook nog in de juiste volgorde moeten staan? Ja, die vraag is eigenlijk nooit um, relevant... Voor, het, voor, voor berekeningen of voor gesprekken over de seeds. Het is misschien, ja, is misschien hebben... een beetje verwarrend. Want als je, als je gewoon twaalf willekeurige woorden pakt... krijg je een seed. Alleen die twaalf willekeurige woorden zijn de specifieke woorden... voor die seed die je dan krijgt. In die volgorde. <laughs> Precies. Ja. ja, maar dus uh, Ruud vraag is waar... op het moment dat ik specifiek jouw seed... Ik wil Bert zijn wallet kraken. Ik wil Bert een bitcoin te pakken krijgen. Ja, dan wordt het natuurlijk on, oneindig veel moeilijker... dan als ik zeg van ik wil iemand zijn seed te pakken krijgen. Uh, dus wat dat betreft klopt. Er zit trouwens nog wel een dingetje waar ik nog wel... Uh, daar heb ik het heb ik met Stijn over gehad... je hebt natuurlijk het twaalfde woord... of, of het 24ste woord is een weer een checksum. Dus dat is ook nog een, een ding... Een deel, daarvan, wel, ja. een deel van het nog, twaalfde woord is een checksum. Ja. Ja. Die heeft nog een specifieke functie. Maar goed, daar hoeven niet helemaal op, op in te gaan, Ruud. In principe klopt het wat je zegt. Uh, maar wij gingen er gewoon van uit... ons doel was een wallet raden... een seed raden... Die al een keer gebruikt is door iemand. En zelfs dat is onmogelijk. Nou goed. Wrap your, wrap your head around that. Weet je wel? Dat is echt uh, ja, niet te doen, eigenlijk. Maar goed. Um, dan hebben we op Discord uh, GVDW. Die zegt: Wat een heerlijke aflevering weer. Kan niet anders zeggen dat ik het format onwijs fijn vind. Nou, daar zijn we heel blij mee. Daar hebben we ons best op gedaan. Jullie laten heel veel actualiteiten de revue passeren. En het blijft verschrikkelijk boeiend. Dank jullie wel, heren. Nou, um, GVDW. Jij bedankt voor het leuke compliment en uh, je berichtje. Zullen wij eens um, naar de boekmarks gaan, heren? Ik, uh, ik zei het van tevoren, er is wel echt... Dus ik had echt het idee dat er deze week... Uh, de prijs was natuurlijk even wat minder interessant. Althans, wel interessant, die ging flink uh, omlaag. Maar ook weer niet zo flink dat je dacht van... Nou, uh, blood in the streets, uh, kap kapitalisatie of iets in die richting. Um, maar eromheen, ik heb wel heel veel nieuw. Ik had echt een enorme bak met boekmarks deze week, laat ik het zo uh, zeggen. En ik zie bij jullie ook wel een aantal dingen die ik zelf langs zag komen. Dus ik ben wel erg benieuwd. Dus ik zou zeggen, laten we maar gaan beginnen. Take it away. Take it away. Nou, zal ik, uh, prima, ik pak hem over. Ja. Even, ik, ik begin wel even met een hele kleine. Ik zag een tweetje van de SEC, en die kondigden aan. Um, dat ze een schikking hebben getroffen met, met Genesis Global Capital. De Genesis, waar we het vaker over hebben gehad... dat leenbedrijf, het spinnen in het web... Um, betrokken bij eigenlijk alle uh, faillissementen... En, uh, en, en het gedoe van de bear die we net achter ons hebben liggen. Um, en nou ja, die hadden dus ook, een, uh, ook gedoe met Gemini, Gemini Earned. Daar waren zij ook het spinnetje van in het web van Gemini. Um, en zij hebben geschikt... Um, en ik vond het wel grappig. Het bedrag waarvoor ze geschikt hebben is, hoe kan dat ook anders, 21 miljoen dollar. Ja, we gaan er niet meer dat over zeggen. Waar is gewoon grappig. Zeker. Iets iets anders um, wat vrij kort uh, nadat wij de vorige aflevering hadden opgenomen al gebeurde um, is iets. Ja, dat kunnen we toch niet onbesproken laten, vind ik. Um, is iets opvallends. Uh, de laatste zittingsdag van de rechtszaak tussen Copa en Crack Wright. Um, speelde zich af in, in Groot-Brittannië. En aan het eind van die, van die zitting deed de rechter iets onverwachts. Nog, uh, uh, normaal gesproken uh, sluit de rechter de zaak dan af en die komt dan later met een geschreven oordeel. Uh, en nu zei hij eigenlijk, jongens. Um, dat geschreven oordeel komt er. En het zal een dik pak papier zijn. Um, maar omdat. Ja. Het bewijs dusdanig overweldigend is. Wil ik alvast het volgende zeggen. Nou, switch ik even naar Engels. Crackright is not the author of the white paper. Crackright is not Satoshi. Crackright is not the creator of Bitcoin. En Crackright did not author the Bitcoin software. Ja. Ik zeg. Prachtig, klinkende overwinning. Um, prettig dat er een hele dikke streep onder iets gezet is waarvan, ja, de meeste mensen toch wel wisten dat het zo zou, euh, zo zou de, dat dit de uitkomst zou zijn. En dan zeg ik, de meeste, want er is dus ook een groep mensen die toch, zo lijkt het, verbijsterd achterblijft. De, 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 de groep mensen om crack, right en om BSV heen, die, die ja, die. Stellig geloofden, van, joh, dit gaat nooit de uitkomst kunnen zijn, want Craig Wright is Satoshi. Ik geloof deze man, ik geloof deze ja, scam artist, kunnen we nou toch wel zeggen. Um, en dat valt mij dan op dat de afgelopen dagen zie je her en der zie je mensen uit die, ja, ze noemen het zelf een secte, dus ik, ik citeer hen even, dus ja. die uit die secte stappen: de cult, dat zag ik uh, inderdaad. de uh, ja. ja. En, en, daar, uh, en, en daar dan ja, uitleg bij geven waarom. Um, waarom ze altijd in die cult hebben gezeten, waarom ze het geloofden en hoe ze zijn opgelicht, wat het hen gekost heeft. Ik vind het zelf best moeilijk soms om die verhalen dan ook voor waar aan te nemen. Want ja, het is natuurlijk een ander scenario dat het mensen zijn die gewoon onderdeel zijn geweest van deze hele uh, oplichting in feite. En op deze manier hun eigen. Uh, straatje even schoonvegen of een ass koffer, want ja, er wordt nou ook alweer gesproken over rechtszaken tegen um, de, de organisaties achter Crack Riot, de personen om Crack Riot heen. Nou, misschien hoor je dan zelf ook wel bij. Want ja, en de reden dat dat soort van aannemelijk lijkt, dat mensen hun stoepje aan het schoonvegen zijn, is omdat het, als je niet in die in die cult zit, zo ontzettend moeilijk is om te geloven dat je daar jarenlang in geloofd hebt. <laughs> dat het zo, ja, dat dat ja, dat heb ik in ieder geval. Ik weet hoe jullie daar tegen aankijken. Maar ja, de, de andere kant is, het leest wel als oprechte, ja, soort van um, op, oprechte wisselingen van perspectieven. Van, ja, de, en ik kan me ook voorstellen, als je echt in zo'n hebt gezeten is, het ook gewoon een proces van weken, maanden, jaren misschien wel, dat je daar dan ook weer los van moet komen. Ja, dus maar, eigenlijk. Is dat, is, maar is dat dan. Wat, kijk, dat uh, sluit ik me wel bij aan hoor. Maar is dat dan als de rechter dat dan zegt? Dan vallen op de puzzelstukjes in elkaar of zo. Dat vind ik een beetje het weerde, inderdaad, eraan. Ja, en dan was er toch een soort van autoriteit nodig ja. die het laatste zetje gaf om de dingen die iedereen al heel lang heeft geroepen serieuzer te nemen. Of zo. Ja, ik, ik, uh, ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Maar in ieder geval, lijkt dit hoofdstuk afgesloten te zijn, ja. te worden. Craig Wright die lijkt met de Noorderzon vertrokken. Kelvin Ayer ook. Ja, die is misschien dat, niet zo. Ja. Hebben, dit ja. weten we niet. Alleen op Twitter zijn ze stil en ze hebben hun, hun Twitter accounts overgedragen nou, aan een social media nee, team. Kelvin uh, Ayer die zegt dit letterlijk. Die zegt goodbye everyone. This is my last post, be take before I take off <laughs> ja. on the adventure I've been planning for the last year. Die, ik die zie u zo weggelopen tegen een horizon met een rode ja. zon. Die zegt letterlijk, ik vertrek naar, nou, ik, ik, ben, ik ben er vandoor. Weet ja. je wel. Ja. No, es, tabe, Ergens ik een kies, bed and breakfast in Zuid-Spanje oprichten of zo, weet je, dat idee. Die is niet zo gewoon weg. Ja. Ik kies eieren voor mijn geld en oh ja, die eieren liggen in Cuba. Ja. <laughs> ja. ja. ja het, is, het is echt sneu natuurlijk, gewoon wel maar goed, oké. Okay. Wel ja, fijn dat er een punt achter staat, weet je. Dit was de, de, deze saga begon gewoon te lang te duren en het het werd, in eerste instantie was het nog een soort als buitenstaander dan een soort van geinig, totdat die ja totdat de miljonair achter de, de developers en de podcasters aanging, weet je. Toen werd het van ja. geinig naar zeg maar. En, ja, en blij ja, dat ja. dat gewoon klaar is. Eens, dit heeft echt heel veel mensen, heel veel energie, stress. Vervelende ervaringen en geld gekost. Ja. En dat jarenlang. Ja. Um, dus, good riddance, wat mij betreft. Zeker. Uh, nou, pak pakken jullie er even eentje op. Anders wordt het zo lang uh, dat, dat, we, dat we achter elkaar naar mijn geleut zitten te luisteren. Dus een beetje afwisselen. Ja, Bart, Kom. Ga je Solana. Ja, ja uh, oké. Okay. Nou ja, gaan ja, ja, dan gaan we, ja, ja, daar, daar gaan we, jongens. Gaan ja, zitten. Iedereen zit erop te wachten. Dit is ja, het moment okay, waar okay, we okay, allemaal. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik pak even dan mijn dingetjes te Ik heb het een beetje. Nou ja, de, 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 ik zal alvast vertellen. Nou, oké. Okay. We moeten. Een wijs man zei ooit in deze podcast: um, iets in de richting van. Uh, als je nog nooit. Een transactie gedaan hebt op Uniswap, moet je je bek houden over DeFi. Ik weet niet meer wie het was. Het was een een, een man naar wie ik altijd opkijk. En um, nee, kijk, we vinden het natuurlijk. Ik vind het altijd wel leuk om op moment dat als ik iets zie gebeuren uh, en zeker als ik me afvraag van waarom is dit, waarom doen mensen dit, dan wil ik het zelf, dan wil ik me daarin onderdompelen. Um, en uh, ja, dat, dat kan verschillende motieven hebben. Toen ik met crypto begon was het gewoon, ik zie mensen heel veel geld verdienen. Hoe doen ze dat met die ICO's en dat soort dingen? En ik ben wel, wel iemand die dan redelijk snel tegen het obsessieve aan in een rabbit hole valt. En dan echt ja, in, in de krochten van zo'n wereldje belandt, zeg maar. Nou, dat levert altijd wel leuke uh, verhalen op. Een aantal jaar terug heb ik dat bijvoorbeeld met de NFT-rage gedaan. Toen, toen hadden we de Beeple's en de, en de, de, de board Apes en de CryptoPunks en dergelijke. Toen ben ik, om dat te begrijpen, heb ik uh, Magic uh, Truffles uh, uh, ingenomen... en ben ik die, um, die wereld ingedoken. Um, en ben ik erachter gekomen dat het eigenlijk nergens op, op sloeg. Dat het heel veel plaatjes waren die... Ja, gepumpt werden door communities die dan weer naar het volgende plaatje gingen. En dat er eigenlijk um, um, ja, heel veel gescamd werd. Zeg maar. Ik ben in ieder geval uh, die investering uh, kwijt. Maar goed, het was de moeite waard. Het was een speciale avond, dus dat was allemaal hartstikke leuk. En het was een leuk verhaal voor de podcast. Dus ik dacht, nu zag ik vorige week laten we zeggen, uh, dit, dit verhaal begint op 9 maart ongeveer, als ik helemaal terugkijk, meme coins. Weet je, we hebben natuurlijk de meme coins op uh, Ethereum gezien en um, nou goed, de, 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 de ja, wat hadden ze daar peppen volgens mij en uh, nou ja, goed, we de honden munten en whatever. Nou goed, nooit echt nagekeken, want ja, ik denk gewoon dat, het, dat, dat er geen waarde in zit verder, weet je wel. Ik zou er heel onrustig van worden als ik die dingen aan zou moeten houden, omdat ze, uh, ja, de, van de een op de andere dag uh, kan het klaar zijn met de meme. Zo werkt het een beetje met memes. Maar goed, uh, nu op Solana uh, ontplofte het weer. Dus ik denk, ik ga eens kijken. Dus op 9 maart heb ik een Phantom Wallet aangemaakt. Dat is de wallet die iedereen gebruikt. Uh, ik heb Dex Screener op mijn scherm gezet. Dat is een website waar je ja, al die tokens in de gaten kan houden. Al die uh, decentrale handelsplaatsen. SolScan opengezet. Dat is een soort van uh, blockchain explorer... waar je dan die, die contracten in de gaten kan houden. En ik ben daar eens mee aan de slag gegaan. Ik heb er wat geld op gezet. En uh, nou ja, in eerste instantie waren het vooral de politieke memes die de klok uh, sloegen. De Warrens en de Bodens en de Tramps en weet ik het allemaal. Een soort van persiflages op, uh, op uh, presidenten en andere politieke figuren. En even voor de duidelijkheid, er zit dus niks achter. Hè? Het is dus een, een token, vaak in combinatie met een social media account. En ja, hoe grappiger de meme, hoe meer kans je hebt dat dat token omhoog gaat voor een paar dagen. Dat is even hoe ik hem kort samenvat. Dus bijvoorbeeld de Warren-meme, dat is dus het verkeerd spellen van uh, Elizabeth Warren. Dat was grappig omdat zij natuurlijk anti-crypto is. En als haar muntje dan naar recordhoogtes gaat, dan moet ze op een gegeven moment zelf er wat over zeggen. wat er natuurlijk weer voor zorgt dat het muntje nog hoger gaat. Nou, dat is op zich best grappig. Maar goed, dat is dus de waarde, hè, voor de duidelijkheid. Dat is, waar, dat is het speelveld waar we ons in bevinden. Dames en heren, uh, toen kwam ik er wel achter al dit is. Waarom is dit zo populair? Dit hele Solana-verhaal en met die memecoins. Het is het grootste online casino waar je aan mee kan doen zonder KYC. Dus je downloadt die Phantom Wallet, je zet er wat Solana op en je kan vanaf je telefoon. Je kan aan de slag. Je kan handelen vanaf je telefoon. Je kan het bewaren. Je kan het verkopen. Je kan het versturen. Ja, het, is wel, het werkt super handig en snel en makkelijk. Ik bedoel, uh, daar moet ik ze uh, complimenten voor geven. Maar het is uiteindelijk wat ze ermee gecreëerd hebben, is het beste casino ter wereld. <laughs> ik bedoel, <laughs> maar goed, nou, daar komen we straks nog wel op terug. Want wat gebeurde er op 13 maart? Er was op Twitter iets nieuws. Een, uh, ja, ik ben even zijn naam heb ik even niet uh, darfcoin volgens mij. Maar Een of andere um, Solana Maxi, die bekend staat in de Space. Die verzon het volgende concept. Die zei: Weet je wat, jongens? Hier heb je mijn Solana-adres. Stuur daar Solana naartoe en dan krijg je Book of Meme Coin. boom. BOME. Nou, een aantal mensen die deden dat. Volgens mij heeft hij 5 miljoen dollar opgehaald of zo. En uh, de volgende dag ging uh, Book of Meme uh, online. En hij stuurde die uh, tokens naar die mensen toe die hadden meegedaan. En die steeg binnen een dag naar meer dan een miljard Da miljard, dames en heren, miljard dollar market cap. En die werd ook overal gelist, zelfs op Binance. Ja, dus dat, dat, dat was natuurlijk, ja iedereen wilde daar, uh, daar inspringen. Mensen die duizend euro in die pre-sale hadden gelegd... hadden 24 uur later een miljoen dollar aan Solana. En je kon het nog verkopen ook, want de liquiditeit was, was enorm. Het handelsvolume was enorm. Ja, je raadt natuurlijk al wel wat er toen gebeurde... Elke Solana grifter die dacht, ja, ik moet mijn eigen coin maken. Dus er waren natuurlijk al direct daarna andere mensen die ook zo'n pre-sale gingen doen. Nou, even over die pre-sale. Waarom werkte dat zo goed voor dat boek of meme? Nou, wat er gebeurt is mensen die versturen Solana naar zo'n influencer of naar zo'n figuur. Uh, die maakt een partij coins aan vanuit het niks. En hoe die coins verhandeld worden, dat gebeurt op een decentrale exchange. En dat werkt iets anders dan een centrale exchange. Je hebt daar eigenlijk twee bakken: één bak met Solana en één bak met de munt die je wil verhandelen. En die bakken moeten een beetje in uh, balans zijn met elkaar. En op die manier kan je handelen. Hoe groter die bakken, hè, hoe meer Solana uh, vooral, en hoe meer coins er aan de andere kant zitten, maar vooral hoe meer Solana. Uh, hoe, 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 hoe dieper de liquiditeit en hoe groter je orders kan doen. zonder dat je een enorme prijsimpact he, hebt. Dus dat is natuurlijk het hele geniale. tussen aanhalingstekens van zo'n pre-sale. Je zorgt direct op het moment dat zo'n munt gelanceerd wordt. dat er een enorme liquiditeit is. waardoor iedereen kan handelen. en de pre-salers hun muntjes kunnen dumpen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dus is belangrijk, want die komen we zo nog op terug. Nou, dat had hij dus gedaan. Ze had direct een flinke uh, LP noemen ze dat: liquidity pool. En wat ze dan doen is: uh, als je die munten in zo'n pool stopt, dan krijg je daar liquidity tokens voor terug. En die tokens die kan je weer inruilen om die liquiditeit weer uit de pool te halen. En wat had die gozer gedaan? Die had die liquidity tokens, of hoe je het ook noemt, die had die geburnt. Dat betekent dat iedereen wist: het geld wat in die pool zit. Gaat er nooit meer uit. Nou ja, goed, dat zorgde ervoor dat er nog meer mensen in gingen handelen. Omdat je weet dat er ja, eigenlijk geen kans meer was op een rugpool. Nou, enzovoort, enzovoort. Dat, er kwamen tientallen andere, ik heb in de bookmarks erbij staan, tientallen andere um, uh, uh, pre-sales werden er gedaan. En één daarvan, dames en heren, en nu komen we op, ja, op het punt waar het, waar het allemaal uh, legendarisch werd. Eén daarvan heette Slurf. <laughs> ja je verzint het niet. En toen soort... was jij wakker toen je dat hoorde. Nou toen ik dat las inderdaad. Nou, het grappige was ik had ja, even nog dat verhaal. Ik had dus natuurlijk wat geld op die wallet staan en ik had boek of meme gekocht. Niet in de pre-sale helaas, want dan had ik hier niet gezeten. Dan had ik samen met Kelvin Ayer ergens op een, uh, nou trouwens niet met Kelvin Ayer, maar wel op een uh, tropisch eiland. Maar ik had wat geld daarmee verdiend. En ik dacht, joh, weet je wat? Ik gooi eens ook eens wat in die pre-sales. Dus ik had ook in de slurf pre-sale, daar, daar had ik wat, uh, wat in gestopt. Nou goed. Um, en uh, slurf, dat is een sloth. En een sloth is een, ja, hoe noem je zo'n beetje? Een luiaard. Dat is de meme. Nou, dat was niet heel grappig allemaal, whatever. En zo was dat met al die pre-sales. De ene was een mol. En de ander een mushroom. Een paddenstoel. En de ander, ja, het was. Dus, dus al die pre-sales achteraf zien we nu een paar dagen later dumpen ook. Die hebben 10 miljoen opgehaald, 30 miljoen opgehaald, 20 miljoen opgehaald en ze dumpen allemaal. Maar Slurf, Slurf had wat speciaals. Slurf het was maandag 18 maart, s ochtends, en hij had gezegd: uh, die oude Slurf, die zegt: um, Ja, ik ga, uh, uh, we, we, gaan we, we gaan aan de slag. Hij komt online, de, de airdrop gaat verstuurd worden. En hij stuurt om 8 uur s ochtends, <laughs> ik startte mijn laptopje met mijn. Uh, met, met mijn boterhammetje. Hij zegt: Successfully burned 10,8 miljoen USD. En wat bedoelt hij daarmee? Nou, uh, hij had die tokens aangemaakt, volgens mij uh, een miljard tokens of zo, laten we even zeggen. En dan 500 miljoen, de helft, is voor de presale. En de andere helft gaat in die pool. Samen met alle Solana die hij ontvangen had, namelijk 10,8 miljoen. Dus. Slurf, zo heette hij ook, want hij, die developer die, die, die gebruikt dit account. Iedereen, niemand weet hoe die heet, iedereen noemt hem ook Slurf. Die naam alleen al maakt het zo dom. <laughs> maar goed, die had dus een liquidity pool gemaakt... met 11 miljoen dollar aan Solana aan de ene kant... en ik zeg maar even wat, 500 miljoen Slurf tokens aan de andere kant. Die pool die ging ook live, dus er kon gehandeld worden. Volgende stap was... De rest van die tokens verzenden naar de mensen die jou die 10,8 miljoen hebben gegeven. Dan is die cirkel rond. En Slurf, uiteindelijk, wat heeft hij nou gedaan? Die gekke developer, die, uh, ja, die dacht: Ja, ik kan het nu wel versturen naar die mensen, maar ik vind het irritant dat ik heb heel veel gekke tokens in mijn wallet, omdat mensen die, dat gebeurt wel vaker ook op Ethereum, dan, word, ja, dan krijg je spam. Dus op het moment dat iemand weet wat jouw walletadres is, dan sturen ze allemaal spamtokens. Dus Slurf, de developer, zijn wallet stond helemaal vol met spamtokens. Hij dacht van, weet je wat, voordat ik die pre-sale eruit stuur, ga ik even mijn wallet schoonmaken. Dat, dat ga ik even eerst, dat heeft prioriteit. En toen is hij dus al die tokens naar een burnadres gaan sturen. En een burnadres, dames en heren, is, is alsof je je bitcoin naar, het, uh, naar de wallet van Satoshi stuurt. Daar kom je nooit meer bij. En um, op een gegeven moment, hij zegt, zet dus die tweet online, successfully burned 10,8 miljoen USD, en dan komen mensen onder die tweeten dus van, wait, I'm confused now. So you put all the rest into the LP, then burned pre-sale allocation. So where is the pre-sale allocation coming from? Nou goed, wat blijkt dus, hij had dus ook uh, de helft van de tokens geburnt. Dus de eindstand was, <laughs> er is een handelsplatform, een liquidity pool online. Die vol die super liquide is, want er zit 10,8 miljoen dollar aan, aan solana in, en de helft van die tokens. Maar de andere helft heeft hij gebeurd. Dus dat eindstand dat zorgt voor twee dingen. Hij had in één keer uh, de, de circulating supply, of in ieder geval de, de total supply, van die munt door de helft gestopt. En er was niemand meer om te dumpen. Want al die pre-salers, ja, die, die kregen hun coins niet meer. Maar er kon wel <laughs> gewoon gehandeld worden. Nou ja, goed, dat zorgde er dus voor... dat heel veel mensen heel snel doorhadden. Ja, maar wacht even, er is gewoon letterlijk geen verkoopdruk. Maar de markt is wel enorm liquide. Plus, dit is de, dit is de beste meme ooit. Dit, dit verzin je niet. Dus mensen begonnen slurf te kopen. Nou, nou en, um, er, werd ook, er werden ook comments geplaatst. Ja, iemand zei, die zei... Ballads will be written of your sacrifice, King. En iemand anders zei: en and just like that, Solana history was made. <laughs> en uh, een, een, iemand anders zei dat vond ik ook zo mooi. Echt, uh, die reageerde op die tweet van, uh, want op een gegeven moment, uh, iedereen, er werden heel veel reacties geplaatst onder die tweet van vriend. Is dit echt zo? Heb je, ben je echt zo lomp geweest om de helft van de tokens te burnen? En op een gegeven moment tweet hij: oh fuck. Dat was de tweet. En toen wist iedereen, ja, dit is, uh. dit is echt. En toen zei iemand die reageerde daarop: Put your mom on speaker, son. Dat is natuurlijk altijd, iedereen kent dat wel uit, van vroeger, als je als kind echt iets. Wat een gemiste kans trouwens, dat hij niet gewoon één watt heeft getweet. Ja, precies. Ja, dat zeiden mensen ook van, joh, dit is ja, dit, ja goed. Um, nou, dat, 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 was, dat was grappig, maar goed. Wat er toen dus natuurlijk gebeurde, is, uh, toen ging die, begon hij te tweeten. Van uh, op een gegeven moment zei hij dus een uurtje later, van There is nothing I can do to fix this, guys, I fucked up, I burnt the LP and the tokens that were set aside for the airdrop. Mint authority is already revoked. Dat betekent dat hij geen extra munten meer kan minten. Uh, There is nothing I can do to fix this. Dat zei hij om half negen. En toen om een uurtje of negen kwam hij online in een Twitter space. En voordat het je het wist, zaten daar 10.000 mensen te luisteren. En het, het grappige daaraan was is dat ik zat te luisteren. En in het begin was het heel erg duister. Dat was eigenlijk helemaal niet leuk, want er kwam direct een, een of andere Afrikaan aan het woord. Ja, ik weet niet, die dacht dat hij zijn hele township. Uh, van eten kon voorzien. van deze geniale uh, investering of zo. Ik weet het niet. Maar die kwam van: ja, al mijn geld zit hierin en whatever. En die slurf developer, die begon dus ook daadwerkelijk te huilen op die space, op die Twitter-space. Hij was echt devastated. Zo klonk hij in ieder geval. Dat kan je niet spelen, dacht ik. Maar binnen no time zaten de grootste Solana-influencers... natuurlijk in die space om te profiteren... Van, van, van het aantal luisteraars wat er zat... en om hun bags te pumpen. Want die hadden natuurlijk allemaal slurf gekocht... en die dachten van, ja, weet je... we gaan dit, deze prijs omhoog duwen. En dat lukte ook. Uiteindelijk... Uh, werd die space dus een soort van, van heel erg duister en depressief. Werd eigenlijk een soort van... Ja, de developer begon er ook in te geloven. Die had zoiets van, joh, weet je, dit is de grootste meme ooit. Inmiddels hebben ze 100.000 volgers. Nou ja, goed. Um, uh, wat gebeurde, zelfs Justin Sun zat op een gegeven moment in die space. En uh, al die exchanges hebben bijvoorbeeld uh, het handelsvolume... of de, de, de trading fees afgestaan... om die 10 miljoen weer bij elkaar te spe, uh, sparen... Ja, en uiteindelijk is er voor 2,5 miljard aan dat token verhandeld. Het volume was 2,5 miljard. Het volume van Slurf was hoger dan bijvoorbeeld Ethereum of zo op die dag. Het trading volume. Nou, dat is, dat is, ja, het, het sloeg allemaal <laughs> binnen een dag, zeg maar. Um, ja, goed. Dus dat was, um, uh, dat was een beetje wat, wat, um, uh, wat, wat daar gebeurde. Ja, uiteindelijk, ja. Um, wat hadden we daarna nog meer? Nou, jij had dus heel veel andere pre-sales die hetzelfde aan het doen waren. En die eigenlijk bleek achteraf allemaal niet wisten hoe Solana werkte. Dus ja, iemand heeft 30 miljoen opgehaald en die kreeg het vier dagen achter elkaar niet voor elkaar om, het, om de airdrop te doen. Ja, <coughs> jongens, ik heb me kapot gelachen. Daar, je moet echt de, de, de bookmarks van deze week even op Discord bekijken. Het was zo stomzinnig. Uh, iemand die zei ook, dat vond ik ook zo mooi, um, een vrij groot crypto-account, die zei. Hij ah, moet even laden. Ik kan hier staan, ja. Slurf developer is literally mentally disabled. He fits the Slurf character perfectly. He is the meme. Yesterday, I was in a Twitter space, and some random guy gave almost a lecture for 15 minutes nonstop. Slurf developer replied only with Good take and went silent. <laughs> 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 Zo ging het ook. Het was ja, het, um, heel erg gelachen, maar. Uh, dan wil ik ook even terugkomen. Ja, dit, het experiment, hè? het uh, meme token experiment, dames en heren, ik zou het niemand aanraden. Ik denk eerlijk gezegd wel dat je betere winkansen hebt dan in het casino, maar er zit een hele grote maar aan. En de maar is. Uh, en zo, zo, dat, zo noemen de Solana influencers, de Solana mensen, dat, je moet you have to be in the trenches, zeggen ze. Je moet in de loopgraven zitten. De hele dag 24 7 Als je online slapen is voor de week. Als je gaat pitten en jouw token wordt gelist of whatever je doet, ja, dan kan die naar nul gaan. Dan ben je je geld kwijt. Dus je, het is een aanslag op je mentale gesteldheid, zeg maar. Je hele dag draait om die stomme meme tokens, omdat je weet dat ze gewoon, het is een stoelendans on steroids. Je weet dat ze niks waard zijn, zeg maar. Het, het is, het is gestoeld op niks. En dan uh, overal zitten scammers, zelfs. De mensen die zo'n token maken zijn scammers. omdat ze niet weten hoe het moet. Hè? Dus dat, het gewoon, dat ze het niet snappen. of omdat ze je daadwerkelijk scammen. Het is echt. En daarnaast breekt het Solana-netwerk. Uh, onder de druk van dit soort uh, gekkigheid. Zelf van, van de tijd kan je je zooi ook niet verkopen. als je niet weet hoe je bepaalde Telegram-bots. moet gebruiken of whatever. Dus ja, mensen. Uh, als je denkt hier rijk mee te worden. dan heb je het echt uh, mis, zeg maar. En. en, en, en is, dit is echt gokken, speculeren en heeft eigenlijk niks meer met investeren in cryptocurrency te maken. Dat gezegd hebben de. Ja, ik heb wel gelachen. Ik heb echt heel erg gelachen. Dit was echt top 5 meme in mijn crypto carrière kan ik je vertellen. Die, die slurf. Het was zo vreselijk stomzinnig. Maar heb je uiteindelijk nee. je inleg er wel weer uitgekregen? Of ben je... Eh, nee, ik, jij... zat die, ik zat in die pre-sale. Die, die tokens, die heeft hij geburnt. Alles weg. Alles, <laughs> <Ja>. alles weg. <laughs> maar ik zag wel de potentie van de meme. Dus ik ben Soggens, toen hij zei, oh fuck, ik heb het geburnt. Heb ik nog wat gekocht, wat slurfs. En daarmee heb ik mijn inleg er weer uitgehaald. En toen dacht ik: ik sluit de deuren van dit casino achter mij dicht, kan ik je vertellen. Ik, uh, ik ben weg hier. Maar ik, ik vind zeg maar, die laatste observatie van jou: van je, de enige manier om hier, ja, zeg maar, om je winkansen, uh, zeg maar enigszins in orde te maken, is 24-7 ja. bovenop zitten. En je, je, ik herken het ook nog wel van eerdere casino's waar ik een uh, kijkje heb genomen. Het is gewoon niet te combineren met het leveren van het leven. een zinvolle bijdrage aan de nee, maatschappij. Zeg maar. Dus op het moment dat je dat je iets zinnigs doet in het leven, of het nou werk is of kinderen of whatever, dan ja, dan, dan zit je gewoon in de rest van de dag alleen maar een soort van zenuwachtig, met één oog op Telegram te kijken of ja. het allemaal nog wel goed gaat. Ja. Weet je wel. Precies. Dus het is, uh, het is wel lollig, maar. Ja, het is uiteindelijk de ja, ja. het is uiteindelijk kijk bij het casino is het het huis wint altijd hè. En wie is nou hier het huis? Ja, dat zijn toch wel dat dat kleine clubje van insiders die met elkaar toch min of meer bepalen wat er gaat gebeuren, waar Zeker. ze waar ze als eerste heen gaan. En daar daardoor vind ik dat ook iets ja, uh, wat wat er zit iets, er zit een kwaadaardige smaak ergens aan hè, van er zijn dus mensen die een, een kennisvoorsprong hebben, omdat ze ja, ja Bepalen wat de volgende boom is waar de springgaande naartoe gaan. Zeker. En, en wat ze ook hebben hier is, is dat de manier hoe deze stomzinnige pre-sales en tokens gelanceerd worden, je, je kan ze snijpen. Dus als jij handig bent, als jij echt snapt hoe dit netwerk werkt, het is grappig trouwens, dit gebeurt tegenwoordig ook met Bitcoin, maar daar komen we later nog wel een keer op terug. Ehm. Um, je kan dus in de gaten houden wanneer er een nieuwe liquidity pool wordt toegevoegd. En als die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dan kan je dus zeggen van oké, okay, koop meteen voor een X-bedrag uh, uh, die tokens. En ja. dan ja, dump je ze een kwartier later weer. Ja, en je ziet gewoon dat dat, dat telkens gebeurt. Dus de odds okay. are against, de odds are not in your favor, zeg maar. En precies wat Bert zegt, het is het, je sla. Ik, ik merkte alweer, ondanks dat het gewoon om. om ja, Kleine bedragen ging, zeg maar. Weet je wel, je, je, ik slaap er alweer minder door. Eh, gewoon allemaal dingen waarvan ik zo blij was dat ik er vanaf was, zeg maar. Haal je in één keer weer in huis. Nee, dus ik zou het niet aanraden, dames en heren. Dus ik, ik, ik wil dat, dat heel graag versterken, dat, die observatie. En ik wil ook wel even een soort andere kant van de medaille belichten. Want kijk, je kunt dit dus zien als een. Negatief verschijnsel. Zo van, hier moeten we vanaf. Maar dit is ook heel erg nuttig. Deze gekken bij elkaar, die zijn ook heel erg nuttig. Want wat zij dus doen met elkaar, ik weet niet hoeveel mensen het zijn duizenden, tienduizenden, ja, het is een beetje die orde grote. Die, die gekken bij elkaar, die, um, die, die testen de, de, de infrastructuur echt in extreme mate. Stel dat nou. Um, zeg maar, hebben we het over de infrastructuur, hebben we het over Solana bijvoorbeeld, of het Ethereum-ecosysteem, of de, de roll-ups die gebouwd worden. Nou, Bart had net over, dit zien we straks ook bij Bitcoin. Ja, bij Bitcoin, wat, wat daar nu aan het gebeuren is, is dat er tweede lagen op Bitcoin gebouwd aan het worden zijn. En hoe gaan we die testen? Stel dat je die moet testen met die tientallen developers die ermee bezig zijn. Ja, dat, dat is zo'n klein groepje. Die kunnen nooit, die echt druk daarop zetten. En wat deze duizenden, tienduizenden mensen doen is. Ja, wel zo'n netwerk echt tot op het bot testen. Ja. Alle, alle hoeken van de kamer laten zien. En eens kijken of het dan nog overeind blijft. En wat je dus wel ziet, is mensen worden creatief hè, van dit soort dingen. Dus er ontstaan ook allerlei nieuwe instrumenten en constructies en eh, tooltjes en dingen. En er zijn heel veel van dat soort concepten in crypto... Ontstaan door DJs die, die dachten: van hoe gaan we dit nou weer eens even oplossen? Van, van, van die automated market makers en allerlei dingen daaromheen. En de perps... En het zijn allemaal crypto-concepten die gewoon ontstaan zijn door mensen die ja het klooien waren en creatief werden. Dus er zit, ook iets, er zit ook iets nuttigs in. Maar ja, dat is een beetje. Wat dat betreft. Love it en hate it of zo. Ik vind het, ik vind het schitterend ja. en nuttig. Aan de andere kant ook volslagen gestoord en schadelijk of zo. Dus het is dus heel. Ja, het is, het is bij. Nee, de infra die gemaakt wordt, is best wel vet. En die wordt dus ook vol gestresstest. Maar ik ben dan wel. Mijn afsluitende uh, gedachte is dan wel. Ik ben wel benieuwd nu. Oké, okay, je hebt leuke infra gebouwd, je hebt decentrale exchanges... je hebt uh, toffe wallets uh, die op mobiel en op je computer werken... en dat synchroniseert dan. Best wel vet. Hetzelfde gaat voor Ethereum met de roll-ups en base en dat soort dingen. En dat, uh, prima. Uh, we hebben het getest met die domme memecoins. En nu, zeg maar. Weet je, kijk, ja, uh, je kan hele toffe infra bouwen... maar als die alleen maar gebruikt wordt om die memecoins te handelen... ja, wat dan? Dus dat is mijn, mijn volgende vraag. Of nou, daar ik heb ik een boekmark uh... over. Nou, ja, dan geef ik hem <laughs> je, geef maar hem nee, nee, door. even door. Even één ding nog, ja, jongens. Ja, ja. Ik, ik zit dus een beetje over die, die, de Twitter-account van Slurvey te scrollen. <laughs> maar daar worden nu echt de meest ja, belachelijke memes bedacht. En bestaande NFT's die verslurfd worden. Ja. Um, maar hij is dus ook een donatiecampagne gestart. Een donatiecampagne... Aan zichzelf om de mensen die dus in de pre hebben meegedaan hebben, ja, maar te dat maken. zei ik. Dat was dus met Justin Sun en zo. Ja. Dus al die externe. Er staat gewoon al, al meer dan een, staat gewoon een paar duizend sol te wachten. Dus jij gaat er nog wel wat van terugzien, ja, denk ik Ja, Nee, precies. En d ik vermoed ook dat er dus allerlei nft collecties worden gemaakt, die ook gewoon naar jou geairdropt gaan worden. Ja, <laughs> we gaan het zien. Maar, <laughs> zeg maar uiteindelijk was dit, zeg maar wel, als je aan mij zou vragen van wat is nou een meme coin. Ja, dat zijn dus niet al die halffabrikaten zeg maar. Kijk, Dogecoin zie ik inderdaad, dat denk ik, ja, dat vind ik een leuke meme, want dat bestand uit de tijd. Dogecoin is bijvoorbeeld gebruikt werd ja. voor mij op 4chan is dat verzonden. Ja. Ze hebben een keer de winsten van Dogecoin gebruikt om een Jamaicaanse bobsleer te sponsoren om hem naar de Olympische Spelen te krijgen. Dat is ook gelukt. Ja, dat zijn memes waarvan mijn hart mijn meme hart sneller gaat kloppen. Dat is zo dom en droog dat ik denk ja, dat is leuk. Dus doodscoin heb ik nog zoiets van, dat is wel ooit is verzonnen, daadwerkelijk echt als meme. Alles wat daarna kwam, vind ik minder boeiend. Maar slurf is gewoon zo, alles wat daar gebeurd is, was niet bedoeld. Het uh. was wel zo stomzinnig. Je verzint het niet. Dat ik wel denk van ja, die dat is wel de geboorte van een meme. En ja, goed, weet je, doe ermee wat je wil. Uh, ik ben er volledig uit. Uh, maar ik. De, het verhaal zelf vind ik fantastisch. En die slurf, het, het pop poppetje wat erbij hoort, ziet er ook zo dom uit. En de naam <laughs> is zo dom. En alles is... Wow, uh, ja. je ziet echt al die exchanges erboven opspringen. Ja. Bitmax met perps. <laughs> oh ja, ik vind het wel prachtig. Ja. Ja, oh, ik heb en Justin weinig. Sun is er natuurlijk ook weer als de kip erbij. Ja, het is ook ongelooflijk. Ja. Ja, ik, uh, ik ben benieuwd, jong. Ik ben benieuwd wat voor... Um, wat voor shit je nog allemaal opgestuurd en te zien krijgt, gewoon puur op het feit dat je daar per ongeluk wat sol ja. in ingekieperd hebt. Ja. ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Oh. Mooi. Bethes. Ja, dus, dus dit is allemaal spielerij. Maar gaat het nou ook ooit nog serieus gebruikt worden? Dat vroeg Bart zich af. Ja. En nu was er toevallig van de week um, een, uh, een lancering um, van iets nieuws door BlackRock. BlackRock die lanceert namelijk um, zijn eerste tokenized fund, zo noemen ze het. Beeld heet het, maar dan met DL, BILD, Biddle, dus Hoddle, eh, Hoddle, En uh, dat staat voor de BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. <laughs> Hoeveel zitten ze? Daar hebben we zeker lang over gepuzzeld. En um, die lanceren ze op het Ethereum-netwerk. En dat is een fonds waarbij uh, de aandelen daarin precies 1 dollar waard zijn. Um, zij houden in het fonds um, uh, cash en staatsobligaties en money market fund of nee reverse repos aan bedoel ik reverse repos. Dus uh, en de rente die je daarop die krijg je maandelijks uitgekeerd in je wallet. Uh, dus um, investeerders die krijgen gewoon in een ether wallet, ethereum wallet krijgen ze um, uh, ja, coins, krijgen ze tokens. En uh, afhankelijk van hoeveel tokens je hebt, krijg je één keer per maand krijg je de rente geairdropt. Dat is ho hoe dit gaat werken. En um, uh, ja, ze zeggen daar zelf over: van dit is uh, ja, de, 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 de nieuwste um, uh, uh, stap in onze digital asset strategy. We zijn gefocust om dingen te op, op het bouwen van dingen um, in de digital asset space. Waar we ook daadwerkelijk echt problemen voor onze klanten mee oplossen. Nou, wat dan? Bijvoorbeeld, het voordelen hiervan zeggen ze zijn. Um, uh, hiermee kun je uh, de, het eigenaarschap op de blockchain uh, veranderen. Hè? Dus je kunt naar iemand sturen, je kunt naar een ander sturen, je kunt ermee betalen, kortom. Um, uh, we kunnen het, het, het zorgt voor. Um, instantaneous, he, dus, dus in één een, een ogenblik, uh, en, en transparante settlement. He, dus op het moment dat je iets naar iemand stuurt, dan is het ook meteen van die ander. Nou ja, dat is natuurlijk waar we het altijd over hebben. He, dus dat je het in één stap kunt overdragen. Um, je kunt het naar, uh, over verschillende platforms heen versturen. He, dus ze gaan het ook op meerdere uh, um, uh, blockchains listen. Nou lijkt een beetje op, op Tether of Circle, weet je wel, USDT, USC. Um, dus ja, dat is wel, 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 wel aardig. Hè. Ze zeggen eigenlijk van ja, um, straks heb je, ja, je, zou, je zou het een soort van kunnen zien als een BlackRock stablecoin. Hè, want het moet 1 dollar waard blijven en de rente krijg je uitgekeerd. Bij stablecoin denken we vaak, dat noemen we wel ook wel eens een tokenized dollar of een crypto dollar. Um, dit zou je meer kunnen zien als een tokenized um, treasury en een, 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 een crypto. Um, obligatie of zoiets. Of een crypto uh, geldmarktfonds. Dus het zit, zit net ergens anders. Het is ook echt anders omdat het rente uitkeert. Dat doet Tether bijvoorbeeld niet. Hè? Um, maar wel... Um, uh, vanuit de Verenigde Staten, er zijn wel meer stablecoins die rente uitkeren, bijvoorbeeld USDM, Mountain Protocol doet dat. Alleen die gaan dan op Bermuda, Bermuda zitten, omdat dit in de VS niet mag zomaar. Alleen BlackRock doet dat dus nu um, op een gereguleerde manier. Hè. Dus dit is een security, een tokenized security, zo zien ze het ook. Um, het is ook gereguleerd ge 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 als security. Um, dat zorgt er ook voor dat je dit uh, dus nu alleen maar, dat is nu alleen voor accredited investors, hè, dus je moet ook bekend zijn bij ze en je moet minimaal. 5 miljoen erin stoppen. Dus dit zal in eerste instantie ook alleen maar zijn voor hele voor, eh, voor family offices of voor hedge funds of voor, voor, voor eh, pensioenfondsen of even grote, grote fondsen. Um, he, dus het is een eerste stapje. He, maar ze zeggen dan op een gegeven moment, ja, investors can transfer their tokens 24-7, 365. He, dus het, zij, zij, zij zeggen echt van joh, dit is de nieuwe wereld waarin je 24-7 op elk moment van de dag. Die tokens naar de andere kant van de wereld kunnen sturen, zonder afhankelijkheid van een derde partij, ogenblikkelijk gesetteld. Ja, dat is, dat is natuurlijk het hele idee erachter: waar we het altijd over hadden, wat met Bitcoin kan, wat, met, wat uh, mensen in opkomende economieën met stablecoins kunnen. En dat is waar, ja, waar, waar, waar BlackRock nu mee aan de slag is. Um, Coinbase is erbij betrokken, Bitco is erbij betrokken, ze hebben Fireblocks uh, op een of andere manier aangehaakt. Dus het is allemaal echt crypto-native infrastructuur. Um, ja, het is een klein stapje. Um, ik geloof dat het ook niet om hele enorme bedragen nog gaat. Je zou misschien kunnen zeggen het is een experiment eh, weet ik, ik weet niet precies waar in de organisatie BlackRock dit leeft. Hè. Of dit echt een, ook letterlijk een innovatieproject is. Of dat het al echt in de operatie van BlackRock zit, dat weet ik niet. Dat zeggen ze er ook niet bij. Ik gok dat het echt allemaal nog experimenteel is. Eh, dat je dus, dat, met andere woorden, dit zie je nu... en dan het komende jaar niet meer en dan volgend jaar doen ze nog... weet je, zoiets, volgend experiment... Um, maar wie weet, ik vind het wel... Dit is wel een voorbeeld, Bart, denk ik, van de infrastructuur... waar je het net over die gestresstest is door al de dj Die wordt dan nu in gebruik genomen door BlackRock... om een beter product aan te bieden dan wat ze hadden. Nou ja, dat, dat, dat is wel... Uh, kijk, Ik kan allemaal mensen en maren bedenken, maar, uh, um, dat, dat, uh, zeg maar... Wat er gemaakt is op die... Blockchains met bijvoorbeeld een Uniswap, maar eh, bij Solana is het dan Radium of weet ik veel. Het zijn allemaal die decentrale exchanges, zeg maar. Kijk, op zich werkt dat best wel aardig. Weet je, het is echt uh, um, um, even los ervan. Ja, ik bedoel, ik weet het allemaal wel. Solana is niet super decentraal, dit en dat, maar als je dat voor lief neemt, dan werkt dit best aardig. En Ethereum is wel decentraal, nou, daar betaal je ook voor als je dan op zo'n Uniswap gebruik maakt. Dus. Pick your poison, weet je. Uh, en, en, en ja, st de, straks zal Uniswap op een, een roll-up gaan leven. Die krijgt een eigen app chain en dan zal het ook goedkoop zijn, weet nee, wel. Ja, dus uiteindelijk, het daar toe. je. uiteindelijk, uh, dat Precies. Maar dan kan je alsnog zeggen: van, ik wil op de beest. Dus ik, bijvoorbeeld, zo'n BlackRock zou kunnen zeggen: ja, we, alles wat wij doen, doen we op de beest chain, omdat die het meest decentraal... wordt. Hebben. Mijn punt is dat je dus je kan daar je kan daar schipperen, je kan daar, um, je kan daar kiezen. Kijk en het probleem voor mij is, dus wat ik net zei, is dat een Uniswap in iets mindere mate, maar zo'n Radium wel is, gewoon volledig gevuld met stront, met meme coins. Weet je, leuk dat het allemaal goed werkt, maar ik, ik, ik verhandel slurf voor boom en boom tegen dudu en, 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 en dudu tegen whatever. Weet je, het is gewoon ja. complete rotzooi. Maar op het moment dat je daar bijvoorbeeld ETF's kan verhandelen, die token nice zijn, ja. Ja. Dan wordt het een ander verhaal. Maar goed, dat zou dit, de, dit zou een eerste stap zijn. Dit zou een eerste bouwsteen zijn. Kijk, en ja. dan zeggen mensen: van ja, maar dit is permission. Je moet toestemming hebben om dit te mogen hebben. En het mag ook alleen maar naar andere mensen die ook toestemming hebben. Dus dan zit er alsnog een centrale partij tussen. En dat hoeft dus niet. Want je kunt dit soort dingen ook bouwen um, uh, op een manier waarop het nadat je eenmaal een bepaald bewijsstuk heb gekregen over jezelf dat gewoon in een decentrale permissieloze wereld verder gebeurt. Dus hoe dat dan werkt is dat je in je wallet verifiable credentials verzamelt. Dat zijn dus cryptografische bewijzen dat je, een bepaald, dat je een bepaald iets bent. Bijvoorbeeld een Nederlander of een persoon met meer dan 100.000 dollar in bezit of dat je het recht, een Amerikaan, dat soort dingen, dat je, dat je, dat je dus in een bepaalde categorie van beleggers valt. Um, en een bepaald soort risico mag nemen van de staat van de waar je onder valt. En met het hebben van dat bewijs. Um, mag je een bepaald smart contract gebruiken. Bijvoorbeeld, je mag het verhandelen of je mag het uitlenen. Je mag het in een landingpool stoppen. En allerlei protocollen, zoals Aave en Uniswap, die zijn dus bezig ook met het bouwen van een generatie. waarbij je met dat soort bewijsstukjes toegang krijgt tot bepaalde. Uh, stukjes DeFi. En op die manier is het niet zo dat er bij elke keer dat jij interacteert met, met zo'n smart contract dat er even de telefoon naar BlackRock gaat. Joh, mag deze persoon ook? Of mag die zich even identificeren? Nee, dat hoeft ja. helemaal niet. En je hebt dat, dat, dat daar heb je allerlei uh, zero knowledge-achtige oplossingen voor. Dus wat dat betreft, um, ja, ook, ook zeg maar het meer regulated defi stuk dat zijn we ook aan het bouwen. He, want ja, dat zolang je in Nederland leeft, val je onder de Nederlandse wet... en zul je moeten voldoen aan de, re de regels die wij in Nederland... met elkaar demo democratisch besloten hebben. En um, kijk, wat wij willen, is het ertussen uithalen van centrale autoriteiten... die kunnen tegenhouden en terugdraaien en censureren. En wat we niet willen, is alle wetten aan de kant schuiven. Dus het mooiste is als je dat, het zeg maar, decentrale uh, uh, karakter... Hè, dus dat je um, uh, 24-7... Uh, zonder afhankelijkheid van de centrale autoriteit kunt, kunt interacteren uh, met, met financiële dienstverlening. Um, als je dat kan bouwen op een manier waarbij je ook gewoon netjes voldoet aan de regels die we met elkaar afgesproken hebben. Dat is wat, wat er nu gebouwd wordt. Ja, zo geinig. Zeker. Maar dat was, en, mijn, ja, dat was mijn eerste boek, Mark. <laughs> Ik heb ook een paar hele kleine, die ik doe ik wel even. Ja, een kort is goed, go ahead. Ik, ik zag een berichtje van Nick Carter langskomen. En dat is uh, een beetje bij een stablecoin uh, um, uh, liaison, die dat allemaal heel keurig in de, gaten, in de gaten houdt. En die zei, stablecoins die zijn vandaag op 150 miljard uitgekomen. Um, ja, en dan zegt hij, volgens Artemis, want ja, Blok die zegt 154 miljard inmiddels en RWA XIZ vindt 143 miljard. Dus de, 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 de meetmethodes die verschillen wat. Maar goed, hij hanteert blijkbaar Artemis als bron. En die zegt 150 miljard. En um, uh, is dat nou veel? Nou ja, dat is een stuk meer dan het op het diepste punt van de bear-markt was. Toen zaten we op onder de 120. of onder de 125 miljard. 124,9 miljard. En, um, maar het is, het, is, het, is, het is onder de top van de vorige boelmarkt. We zaten op 100. Bijna 180 miljard. Dus het is weer aan het stijgen na de bearmarkt. En je zou zeggen, het diepste punt ligt. Ik zit even kijken, oktober 2023. Ja, wel grappig trouwens hoor. Dat de hoeveelheid stablecoins dus pas gebodemd is in oktober 2023. Dus dat is pas uh, een half jaar geleden. Sindsdien is het aan het klimmen. En zijn we hard op weg om ook in hoeveelheid stablecoins. naar een nieuwe all-time high te gaan. Um, ja, mensen die. Diep in die stablecoin wereld zitten. Die verwachten dat we deze boelmarkt toch wel de grens van de 1 biljoen dollar aan stablecoins gaan slechten. Dus dat is vanaf hier nog keer 6. In hoeveelheid. Dat is verder geen investeringsadvies of zo beleggingsadvies. Want ja, stablecoin is gewoon een, een dollar is een dollar. Dus je kunt hier wat dat betreft niet echt veel geld mee verdienen. Behalve als je aandelen tether weten te bemachtigen. <laughs> die verdienen er echt gortig veel geld mee. Nou ja, misschien is interessant. Stel, stel dat Circle inderdaad een beursgang gaat maken, dat willen ze. Circle is het bedrijf achter USDC. Misschien is dat een interessante beursgang. Dat moeten we dan tegen die tijd maar eens in de gaten gaan houden. Maar stablecoins zitten dus weer uh, in de lift. Dat vond ik wel geinige. Um, en ja, ik heb er eentje, die, die, die bewaar ik even voor um, nabrander na een boekmarkje van Peter. Dus dan doe ik mijn laatste, die ik volledig wil bespreken. Dat was een um, berichtje van Checkmate, um, hij is analist bij uh, Glasnode. James Check heet hij. Is ook de laatste tijd wel een paar keer in podcast geweest. Zijn wel geinig om te luisteren. Zijn Australiër. Leuke gast, kan het leuk vertellen. En hij zei um, een tweetje over de uh, um, long-term holder supply. He, dus dat is de hoeveelheid bitcoin in handen van de lange termijn beleggers. He, mensen die... Um, ja, dat is, dat, 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 dat is bitcoin die uh, meer dan vijf maanden niet verhandeld is... Um, en, en daarvan is dan een soort hypothese, op basis van statistiek, vanuit de kans is klein dat die op korte termijn alsnog op de markt komt. En wanneer komt uh, die long-term uh, supply wel op de markt? Nou, als de koers stijgt. En dat zagen we eerder ook in eerdere boelmarkten. Dan zie je voorafgaand aan de boelmarkten die long-term holder supply oplopen. En dan, zodra de boelmarkt echt van start gaat, dan daalt de long term holder supply een, een flinke stap. Die bodemt rond de top. En dan gaat hij weer stijgen. En het mechanisme daarachter is als volgt. Dus de long term holders, dat zijn mensen die in de Bearmarkt of in nog veel langer daarvoor gekocht hebben, dat zijn mensen die het al langer hun bitcoin hebben. Ja, en er komt dus een punt door het stijgen van de koers, dat ze zeggen van nou. Dit is mij nu zoveel waard. Ik ga hiervan wat van deze ongerealiseerde winst ga ik realiseren. En uh, check uh, meet die, um, die tweet daarover. Like clockwork. Hè, dus een knippen ogen naar Plan B, die dat heel vaak zegt. Um, like clockwork, bitcoin long term holders started spending. As we approached the last cycle all time high op 69.000 dollar. En dus, tijdens het naderen van de all time high, hè, dus daar heb je het over. De periode van vanaf oktober, zeg maar, toen de koers ging stijgen: 30, 40, 50, 60.000 dollar. In die periode begonnen long-term holders weer hun, um, hun munten op de markt te brengen. En hij zegt: Ik heb dat gekwantificeerd ge ge voor jullie. Um, hey, their spending has been significant, releasing some, ja, nou ja, 735.000 bitcoin inmiddels weer terug. De markt op. Dus er is inmiddels 735.000 bitcoin aan long-term supply, long, supply, van de long-term holders, weer ja, in beweging gekomen. Hij zegt van: Nou ja, onze schatting, en dan verwijst hij bij ons naar Glasnode, is dat 60% ervan uit het Grayscale Fonds is gekomen um, en de rest hodlers. Het is interessant om even terug te kijken naar vorige boelmarkt. Um, dat heb ik even gedaan. Toen ging de long-term holder supply van 15 miljoen naar 14,26 miljoen. Dus er is. Oh nee, dat is nu trouwens. Dat is verkeerd. Oh, ik, heb, ik had gedacht dat heb ik helemaal niet goed uitgezocht dan. Maar ik had hem wel openstaan, dacht ik. Ja, ik kan het hier gewoon bekijken. Toen ging het van, let op, want het zit inmiddels een stuk hoog inderdaad. Van 12,5 miljoen naar op de bodem 10,9 miljoen. Dus toen is er 1,6 miljoen Bitcoin in totaal in omloop gekomen. Tijdens de boelmarkt, tijdens de stijging van, ja, laten we zeggen, 13.000 naar 65.000. Het was die eerste stijging in april 2021. Toen zijn dus 1.6 miljoen bitcoin door de long term holders op de markt gekomen. En, dat is de andere kant van de medaille, dus ook gekocht door nieuwe beleggers. En dat, 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 dat is. In een rente eraan. Als de een op de markt brengt, moet de ander het kopen. En het kan ook betekenen dat de koers daardoor daalt. Als er heel veel op de markt komt. En dat zie je op een gegeven moment ook. En dan gaat de koers weer dalen. En dan zegt die long-term holders: Oké, oké, oké. Nu is het mooi geweest. En je ziet dus nu dat die daling is begonnen. En dat impliceert dat long-term holders deze huidige koersen interessant genoeg vinden om wat te verkopen. Al. En we kunnen ook wel. Um, um, zien dat nu de koers wat gedaald is, we gaan straks een marktupdate even hebben over de correctie, dat de long-term holders ook weer gestopt zijn, even nu. Zeg, nou, nu vind ik het wel weer mooi. Ik, ik, ik vond, 73 vond ik leuk. 61, dat uh, vind ik niet boeiend meer. Hè? Dus zo, zo werkt dat wel. De koers moet echt wel weer hoger om nieuwe long-term holdersupply de markt op te brengen. Maar de reden dat ik het hier even met jullie over wilde hebben, dat is omdat het vaak gaat over ja, die, uh, die ETF's die kopen zoveel bitcoin op... en er wordt maar 450 bitcoin per dag... oh nee, 900 bitcoin per dag in omloop gebracht. Ja, die ETF's doen wel 10 keer die 900. Ja, allemaal leuk en aardig... maar de long-term holders alleen... die hebben al 700.000 bitcoin op de markt gebracht... omdat de koers steeg. Ja, dus het mechanisme van een stijgende koers... en hoeveel er dan op de markt komt... dat is ongelooflijk veel belangrijker... en uh, zwaarwegender dan... Wat, wat er in omloop wordt gebracht inmiddels. He, dus um, ja, he, die, 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 dat soort verhalen over supply squeeze en de koers moet naar een miljoen, want er worden er maar 900 per dag op de markt gebracht. Ja, dat is echt gewoon de grootste sprookje, de grootste kolder die er is. Als de koers stijgt, dan zijn allerlei mensen ineens ja, uh, uh, geprikkeld, verleid om hun Bitcoin te koop aan te bieden. Reken erop als de koers naar 100.000 dollar gaat, dat er weer honderdduizenden Bitcoins de markt op komen stromen. Zo kun je gewoon die lijntje een beetje doortrekken. Dat zijn meestal, dat is ook in het verleden, het hele mooie vloeiende lijnen. Er is een hele, uh, heel mooi vloeiend verband tussen een stijgende koers en meer Bitcoin die de markt opkomt, dus dat um, ja, dus even die aantallen maar eens naast elkaar te zetten: 900 ja. per dag versus nou ja, in drie maanden tijd, dus 700.000 stuks. Weet je wel? Ja, ja, oké. Okay. Wat uh, Potverdomme, inderdaad. Ja, er is echt veel te vertellen. Dan ja, zeg ik fair point en dan ben je stil. Nee, dat was het nou ook weer. Wat zei uh, <laughs> <was hij> slurf? <laughs> slurf zei, oh fuck. Nee, nee, nee. In, die, in die spaces. Oh ja, ja, ja fair point. Ja, klopt. Good take. Ja, maar dat maakt. Dit is. Ik bedoel, hoe vaak lachen we nou zo hard, zeg maar. Ik bedoel, dat is wel. Uh, dat is wat slurf met je doet, weet je ja. wel. Er moet ja, meer ja. geslurfd worden in deze wereld. Um, ik zag iets anders uh, interessants, uh, uh, jongens. Uh, de, waar, die ik eigenlijk ook wel eventjes, Ik zal hem kort houden, hoor. Ik heb allemaal dingen erover staan. want het is ook weer zoveel over te vertellen. Maar wat er aan de hand is in de Bitcoin-wereld: um, de runes komen eraan. Uh, en daar is nogal wat. Over te zeggen runes zijn eigenlijk uh, maakt het mogelijk. Uh, de, de bedenker van Ordinals Inscriptions is runes aanbouwen en dat zijn eigenlijk tokens op Bitcoin. Eigenlijk dat hele memecoin-circus, waar ik het net over had, wordt dan mogelijk op Bitcoin. Nou ja, goed, vind ervan wat je vindt, maar dat is wat het is. En wat ik gemerkt heb in de trenches, zoals ze dat zeggen, van de Solana-memecoins, uh, uh, meme heel veel zitten daarop te wachten. Dus het zijn niet alleen bitcoin, het eigenlijk helemaal niet zoveel bitcoiners die hierop zitten te wachten. Maar uh, in de Solana, Ethereum, Memecoin wereld wrijven uh, ze in hun handjes. Runes kan wel eens de volgende rotation worden, waar ze het dan over hebben. Dat is letterlijk, waar gaan de springhanen nu heen? Um, en ja, dat leidt ertoe uh, dat die runes er aankomen, want die zijn er nog niet. Dat gaat met de halving live. Dat er alweer mensen natuurlijk proberen een graantje mee te pikken. en nu al runes maken. Ja, dat kan ook niet echt, maar er wordt dan wel weer geld aan verdiend. Het is al een beetje weird, maar er was op een gegeven moment een, een influencer die heel erg met Ordinals bezig was. Leonidas heet hij En die zei: Weet je, misschien moeten we gewoon proberen een, air, een rune airdrop te doen. Een, een NFT verzenden. naar iedereen die de afgelopen, het afgelopen jaar iets met Ordinals gedaan heeft. Nou, daar zijn op een gegeven moment samen met de community hebben ze dus bedacht van wel aan welke eisen je moet voldoen. Volgens mij ging het erom dat je minimaal drie uh, Bitcoin NFT's in je wallet moet hebben gehad. Nee, moet hebben op een bepaald tijdstip. En uiteindelijk kwamen er 112.000 adressen uit. En hij heeft dus toen naar al die 112.000 adressen, dat gebeurde afgelopen week, een Runestone verzonden. Dat is een soort van ja. Hoe zou je het omschrijven? Het is een steen met een rune erop. Een beetje wat je... Hoe heet het ook alweer? Schotland of Ierland of zo. Wat heel uh, Stonehenge. Een beetje, daar, mo daar moet je een beetje aan, uh, aan denken. Een magische steen. Is magische het. steen. En het is een 3D-model. Dus als je hem opzoekt, dan kan je hem met je muis verplaatsen en zo. En uh, is op zich wel geinig. En vorige week wilde ik het erover hebben, maar toen kwamen we er niet aan toe... Hij heeft dus uh, twee enorme inscriptions gemaakt. Namelijk de parent-inscription, die is 4 MB... en de eerste runestone van de serie, die is ook 4 MB. Die ene heeft hij gebeurd en de andere heeft hij verkocht. Maar uit die parent-inscription zijn al die runestones gemaakt. Dat is op zich technisch best wel geinig. Die airdrop is ook echt sick. Als je zo'n uh, transactie opzoekt, dan zie je echt... dat, dat het één hele dikke kant is en dan duizenden afsplitsingen... omdat hij natuurlijk naar duizenden mensen is verstuurd. En inmiddels staat hij online. En wat nou wel het grappige eraan is... vind ervan wat je wil. Hier ook weer. Ik sta hier vrij meningloos in in veel dingen. En ik neig naar dat ik het geinig vind. Dat is een beetje mijn standpunt... voor de mensen die het willen weten. Maar één zo'n runestone is 3500 dollar waard. Dat wordt op Magic Eden verhandeld. Dat is het handelsplatform. En um, ja... Reken maar uit met 112.000 van die dingen in omloop, kom je dan best wel op een sikke market cap. Dus ik ging dat eens even opzoeken, die market caps. En ik kwam een beetje tot de conclusie dat die NFT-wereld uh, de afgelopen maanden toch wel aan het veranderen is uh, richting Bitcoin. Want als ik nu kijk op coingecko.com, dan kan je al die NFT's op een rijtje zetten. En als ik ze dan sorteer op market cap, wat we ook bij normale coins doen, dan heb je op nummer 1 de CryptoPunks nog steeds. Maar op nummer twee de Noodmonkeys op Bitcoin. En dan op nummer uh, drie de Board EBIAT Club. Die kennen we. Dan de Pudgy Penguins. En dan dus die Runestones. Dus eigenlijk vanuit het niets de afgelopen maanden is er, um, zijn er twee Bitcoin NFT-collecties in de top vijf gekomen, waarvan er één op nummer twee. Dus die, die, die Board EBIAT Club is niet meer de collectie waar je moet zijn. Dat zijn nu de Noodmonkeys. Nogmaals, als ik mezelf hoor zeggen, dan denk ik: waar hebben we het over? Ik bedoel, dat heb ik, dat, heb, dat blijf ik hebben bij dit soort shit. Maar het is wel. Dus die, 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 die collecties, dat boeit me allemaal niet zoveel. Maar wat ik wel grappig vind, is gewoon dat zo'n heel ecosysteem zich dus binnen een jaar verplaatst heeft naar Bitcoin voor een, een significant gedeelte. Um, ja, dat, dat is iets wat mij opviel, waarvan ik dacht: oh, nou, even in de gaten houden. Um, en ik ben benieuwd hoe dat verder gaat als die runes er zijn. Dus dat is iets waar we jullie, uh, lieve luisteraars, de komende weken, maanden uh, over in, 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 op de hoogte van zullen houden. Dus, ja, als je het leuk vindt, is dit zeker iets om in de gaten te houden, denk ik. Want uh, de, deze markt is echt heel, die trilt op zijn grondvesten op dit moment. Als je het dus hebt over tokens en NFT's, daar gebeurt echt van alles in. Oké, okay, dan uh, Peet, dacht ik. Uh, je had er nog eentje waar Bert heeft beelden inhaken. Dan is dat de laatste van. Uh, deze week. <laughs> ja, we zit al op een uur een kwartier, dus ik zit al met zwetende handjes. Hoe ja, gaan dit ooit recht breien. Ja, komt goed. Want ik wilde ook nog even zeggen dat, we bij, uh, dat, we, dat Bert en ik in Londen zijn geweest. Ja, wij zijn um, bij de, 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 de Digital Asset Summit geweest van Blockworks en wij reisden mee met Amdaks. Uh, ik wil nog even een, sh een shout-out doen, We hebben hele gezellige dagen gehad. Um, en ik ben altijd uh, wel weer onder de indruk van de crypto nativeness eigenlijk. Ik vind het wel grappig. Het is een, een, uh, ik bedoel, Amdax is een custodian en een vermogensbeheerder. Je kunt er ook gewoon uh, handelen steken en steken. Je, je kunt alle, alle eh, maar ze positioneren zich als zodanig. Um, het klinkt best traditioneel, maar ze zijn helemaal niet. Uh, uh, als je dat dan intern ziet, juist super crypto native. Misschien wel meer dan wat ik normaal al, bij, op andere plekken tegenkom. Dat vind ik wel grappig. Um, toen dacht ik ook, van, ja, we, hebben, we hebben nu een... Uh, ik doe, doe even een amdak shill We hebben nu een, um, een, een self-custody maand. Nou, bij amdax is het natuurlijk het tegenovergestelde. Die bieden zich juist aan als custodian. Dus als dat zelfkusten als je daar nou ingedoken bent of niet... Je denkt, van, dat, is, dat is niets voor mij. Ik wil juist graag dat iemand het uit handen neemt. Ga dan uh, daar naartoe, open een accountje. Um, en dan kun je gewoon je, uh, je cryptootjes in, ja, ze zeggen zelf... de veiligste kluis van Nederland, dat is wel leuk, uh, opslaan. Goed dat even over met wie we daar waren. En wat we ook altijd zeggen een tussenoptie kan ook hè. Half-half. Dat is helemaal half, niet gek. Half. Ja. Zeker niet. En ja, ik, ik, ik zeg het omdat ik gewoon best wel onder de indruk ben van wat ze daar aan het doen zijn en de plannen en het netwerk dat ze dan hebben, de gesprekken die ze voeren, hoe ze daar ja. dan rondlopen op zo'n uh, toch wel een institutional focused uh, conferentie. Dat was het zeker dat dat Das Das Londen. Um, dit was de eerste keer, denk ik, voor Bert en mij... dat we zo ontzettend veel blauwe pakken op een cryptoconferentie hebben zien uh, rondlopen. Um, was toch weer anders dan wat we in Barcelona aantroffen. Ook dat was best wel op corporate gericht. Alleen ik denk dat het grootste verschil was dat in Barcelona... liepen, denk ik, ook gewoon de innovatieteams of zo rond van die, van die financiële instellingen. En hier waren het toch meer de beleggende partijen of zo. Een ander deel. En dan merk je ook een andere toon. Uh, nog steeds wel dat ze aangeven van, ja, uh, um, blockchains zien wij als publieke infrastructuur. Hè. Dus, dus wel het stapje af van, joh, we gaan lekker met z'n allen private blockchains optuigen en zo. Um, maar wel terughoudender. Terughoudender in de heer van, ja, even kijken wat het met, met, met uh, de regulation klaar is. En um, ja, wel, welke use cases echt naar boven komen drijven als er waar we in weer de staat. Dus veel minder van ja, daar gaan, gaan we mee aan de slag. Um, het voelde voor mij alsof het daar nog een beetje op de lange baan is geschoven. Kreeg de indruk van nou, oké, okay, dit, dit zijn niet partijen die deze boel run een soort van heel belangrijke uh, rol gaan spelen. Of uh, belangrijke... Uh, dus wel narratief natuurlijk, rond Real World Assets en zo. En dat is dan wel gekoppeld aan dit soort partijen, maar ik had niet de indruk. Nou, die gaan echt met z'n allen Real World Assets uit de grond. Die komen net zo hard als meme coins als Palla Studios <laughs> uit de grond gezet. Nee, die indruk kreeg ik niet. Het was overigens, die tickets voor, voor Das waren echt. Uh, hoeveel hoeveel kostte die dingen, Bert? 700 pond of zo? Hing er vanaf wanneer je ze kocht. ook een hele sterke, stijle curve. Van, ik geloof, een oh. paar honderd pond naar 1500 of zo. Afhankelijk ah, van wanneer je kocht. Iets duur. En echt, jongen. Slecht qua, qua audio. En gewoon geen schermers achterin zat. Kon je de sprekers niet zien. Echt heel vaag. Ik, ik vond dat. Uh, ja goed, ik weet niet of het iemand van Blockworks luistert. Maar hier alstublieft mijn feedback. Oké, okay, dat was even. <laughs> de, 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 de Digital Asset Summit. Um, uh, in Londen. Ja. Um, leuke borrels gehad ook. Nee, ik heb wel echt een leuk, het was, was uh, leuk. Het was leuk, soms leerzaam, gezellig. Goed te netwerken <laughs> weer. En dan gaan we nu even naar de ETF's, naar Ether e ETF's. Uh, ik Geloof dat ik, anderhalve week geleden in, uh, in een alfaatje schreef ik um, het volgende, de voorspellingen daarover, dus over of die Ether, spot Ether ETF's er komen. Die worden wat milder, men wordt wat zenuwachtig. Omdat de toezichthouder nog niet is in gesprek is gegaan met de aanvragers. Die willen wel. Die aanvragers die willen natuurlijk wel. Maar de SEC lijkt vooralsnog niet in beweging te willen komen. Um, die ETF boys van Bloomberg. Um, Eric en James. Um, die hebben ook de afgelopen weken hun verwachtingen flink bijgesteld. Van ja, volgens mij zaten ze op een, op een gegeven moment op 70%. Dat ging dan naar, naar onder de 60% en nu 35 of zelfs 25%. Echt wel ver naar beneden toe. En daar is dus best wel wat discussie ontstaan over. Gaat die Spot Ether-ETF er nou komen of niet? Ik, ik weet nog wel dat wij vlak na het goedkeuren en het live gaan van die um, uh, uh, Spot Bitcoin-ETF zeiden: van nou, dan gaan we nu op naar de, naar de Spot Ether-ETF. Zou het weer dezelfde soap worden? Moa, zo meevallen bla bla. Nou. Ik denk dat we onze borsten wel weer nat kunnen maken. Want er staat hier toch wel weer een, 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 een script voor een, een goede soap. Um, ja, die ligt hier te wachten op, op een paar tumultueuze weken, maanden. Ja, misschien, misschien zelfs wel jaren. Om ons toch weer lekker bezig te houden. Want wat zag ik gisteren nou langskomen? Nou, niet deze. Ja, just in. Die Ethereum. Foundation is under investigation by a state authority. Pure Coindesk. <laughs> Oké, okay, nou dat greep wel even mijn interesse. En dat is dus, wil je dus even in deze context zien, hè? dus in een context waarbij er al getwijfeld wordt over of die er komt. In diezelfde periode zie je aanvragers hun aanvragen wijzigen. Grace heeft bijvoorbeeld staking toegevoegd aan hun aanvraag. Ze waren er nog een aantal. Oh, zouden er dan toch gesprekken zijn? Nou, dan kwam wel naar buiten van Grace Hill heeft ook weer een presentatie gegeven en andere aanvragers. Hoe, hoe moet je dat nou duiden? Um, ja, en dan komt ineens dit naar buiten: een inquiry from a government, onduidelijk welke dat dan is. En dan, nou, dan, dan blijkt ook dat uh, de Ethereum Foundation iets van de website heeft weggehaald. Uh, een tekstje waarin staat dat ze nog nooit geprobeerd zijn door een government uh, agency. Maar verder is er helemaal niets over bekend. Dus dat, 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 dat blijft dan een beetje in de, uh, de geruchtensfeer hangen. Fortune kwam groot naar buiten dat het dan om de SEC zou gaan. Uh, dat die meerdere bedrijven een bericht zou hebben gestuurd, waaronder dan de Ethereum Foundation. En wat zou nou de achterliggende strategie zijn? De SEC wil ETH als security classificeren. Dat zou natuurlijk wel. Ik bedoel. Dit, dat, dat zou het heropenen van een dossier zijn. waarvan heel veel mensen dachten dat die gesloten zou zijn. Dat is wel een soort van bommetje. die je min of meer onder de cryptomarkt legt. En dan hè, crypto, not bitcoin. Ik bedoel, voor bitcoin is duidelijk. Maar als. als stel Ether zou worden geclassificeerd als, als. als. security. Ja. Dan is dat wel precedent voor heel veel andere muntjes ja, ook, zeg maar, om op dezelfde wel, ja. manier geclassificeerd te worden. En ja. ja, dan verandert gewoon de structuur van een heel groot deel van de markt. Oké, okay, nou wat, wat zijn nou even de, de feitjes rondom die, uh, die, die um, uh, subpoena dan? Die uh, ja, kennelijk naar de Ethereum Foundation is gegaan. Um, die Warrant Canary, ja, dat is, dat, dat is zo'n berichtje die wel eens toe geplaatst is op die, die websites plaatsen van, joh, wij zijn nog nooit. Uh, Wij hebben, hebben nog nooit zo'n uh, probe in ons achterwerk gehad. Nou, die is dus verwijderd. Um, nou, dat is dus de eerste keer kennelijk dat het is gebeurd in het geval van de Ethereum Foundation. Um, waarschijnlijk is onderdeel hiervan dat ze er zelf niks over mogen zeggen. Want ja, anders zou je verwachten dat ze wel wat van de fut zouden hebben weggenomen. Dat gebeurt niet, blijft stil. Ja. Um, dus ook waarschijnlijk dat dat die organisatie meewerkt en gegevens overhandigt. Maar ja, nu, nu wordt het steeds vager, want we hebben geen idee wat voor gegevens dan. Afgelopen week werden ook de, uh, de beslissingen op de aanvragen die nu lopen... voor die spot IT, uh, Ether ETS um, uitgesteld. Dus de SEC heeft gekozen voor, nou, wij stellen een voor een die aanvragen schuiven we op de lange, de lange baan. We, nou, nog steeds ook dus dat de SEC niet interacteert met die aanvragers. Um, dat, is, dat is nu min of meer gewoon wat we kunnen observeren. Ja, en dan leidt het natuurlijk weer tot veel meer speculatie... over wat zit hier dan achter. En dat varieert van... Um, de SEC heeft gekozen voor de atoombomroute... namelijk... Um, zij gaan kosten wat kost pro proberen om iets te klassificeren als security. Uh, Mandaten over naar zich toe te trekken, en, en eerdere uitlatingen daarover bij te draaien. Want dat is de andere kant. De SEC heeft in het verleden gewoon en door dingen te zeggen en door dingen te doen, min of meer ja. Een soort van streep gezet onder de klassificatie van Ether, namelijk als commodity. Bijvoorbeeld, um, door in oktober vorig jaar de, de ETH futures ETF's toe te staan, groen licht te geven. Ja, en zo zijn er nog wel meer argumenten. Er zijn allerlei um, juristen die hierboven opspringen, onder andere die van Coinbase, Paul Gruel heet hij. dan moet je maar eens naar zijn Twitter-feed kijken. Ja, die, die laten allerlei. Ja, signaaltjes zien waardoor zijn mening, zijn opvatting is dat, ja, dat, dat alles wat er over de, de ETH classificatie wordt geroepen, dat het een security zou zijn, dat het misinformatie is. Um, hè, dus dat, dat het overduidelijk een commodity is. Ja, zo, zo heb je dus kampen tegen, tegenover elkaar staan. Um, ja, en niemand weet nou precies hoe dat. Dan echt zit of hoe dit zich gaat uitspelen. Het lijkt wel verband te houden met die spot-ETF-aanvragen, eater maar het is natuurlijk ook heel politiek. En komt er nou wel of niet weer een rechtszaak? Nou, het is allemaal heel fuddy, laat ik het zo zeggen. En ja, het is ook onwetbaar, want we weten gewoon niet precies wat er speelt. Um, tegelijkertijd, dat vind ik nog wel leuk en dan sluit ik hem afgeven geef ik hem aan Bert. Tegelijkertijd leidt de SEC nederlaag op nederlaag. Op het punt waar ze teruggefloten kunnen worden, formule, namelijk in de rechtbank. Zo ook, um, 18 maart, maandag, kwam dat naar buiten. Een rechter uit de staat Utah, um, die best wel hard, um, ja, ze kunnen zeggen lineaal, ik zou denken, een zweep, zweep over de SSC heen heeft geslagen. En, en de advocaat van de SSC. En gewoon heeft gezegd: van jongens, wat jullie hebben gedaan in de zaak tegen de Debtbox. Destijds zelfs over gehad. Daar ging de SEC er met gestrekt been in. Um, gaan we, gaan we er niet te diep op in. De rechter heeft gezegd: van jongens, jullie hebben hier vals gespeeld. Jullie hebben je um, macht misbruikt. Jullie hebben willens en wetens gelogen. Um, hier zijn er een aantal sancties die ik jullie opleg als straf. Nou ja, dat krijgt natuurlijk ook weer een staartje, want er zijn allerlei mensen die vinden dat. De advocaten van de SEC moeten worden aangeklaagd. dat, dat hier gevolgen aan verbonden moeten worden enzovoort. Maar dus deze week. Weet je wel? Dus. Het, dat geeft mij niet de indruk. Um, zeg maar dat. dat de SEC per se. de, de vrijheid moet voelen. of, of hebben of zo. om te zeggen van. nou, weet je wat, we gaan gewoon nog een keer wat proberen. in de, recht, in de rechtbank. laten we nog een keer teruggefloten worden of zo. Ja. andere kant is. als Senator Warren. Um, Min of meer jouw achterban vertegenwoordigt. Ja, die wordt er misschien wel gelukkig van als je gewoon nog een keer de rechtbank ingaat en er soort van alles aan doet om te voorkomen dat die muntjes nog meer legitimiteit krijgen, waar zij dan tegen strijdt. Nou ja, dit is een beetje de wolk van de dingen die nu om de ETF uh, heen hangen. En ik geloof dat uh, Bert daar nog een, een uh, staartje over had in de context van ja, Wat zei, gaan ze er nou wel of niet komen. Wat zeiden die uh, Bloomberg boys nou over de waarschijnlijkheid nu? Ze, 25% gingen, 25. Ze gingen van 70% naar nu 25 of zo. Ja. Um, en uh, Eric Wall, die, um, de, deed een tweetje. Um, met daarin een screenshot van Polymarket. Dat is een. Um, uh, een, een protocol waar je kunt gokken op de uitkomst van een stelling. Hè? Dus je zet geld daarop in, dat komt in een pool terecht. Dit is een, dit is een decentralized protocol. Hè? Dit heb je natuurlijk ook gecentraliseerd. Dan uh, noem je dat een wetkantoor of zo. Hè? Dan zet je ergens op in. En dan krijg je, als je gelijk hebt, krijg je bepaalde zoveel keer je inzet uitgekeerd. Dit is decentralized. Dus dat geld van jou komt in een pool en dat, uit, afhankelijk van hoe dat dan, ja, het lijkt, het er wel een beetje op wat uh, Bart het over had met die uh, meme tokens. Afhankelijk van de uitkomst uiteindelijk wordt het verdeeld... onder de mensen die een bepaalde inzet hebben gedaan. En um, het aardige is, mensen die hebben daar, geven daar dus uitdrukking aan hun mening... aan hun overtuiging, aan hun opvatting door geld in te zetten. Dus het is een soort mening met skin in the game. Dat is wat het aardig maakt. Hè? Want je, kunt, je verliest je geld als je maar random wat roept. Hè? Je, je zet in op wat je ook echt denkt dat er gebeurt. Nou... Afhankelijk van de verhouding tussen de keuzes die mensen maken of de overtuiging die ze tot uitdrukking brengen door geld in te zetten, kun je dus ook een soort waarschijnlijkheid van de uitkomst um, ja, berekenen. En nou, een van die vragen die daar is, um, Ethereum ETF approved by May 31st, dus dat is voor 1 juni. Krijgen we een, een Ethereum ETF voor 1 juni? En um, het antwoord was 45 procent. Um, begin maart en is nu 19%. Dus die is in drie weken tijd van 45% kans dat we, die, dat we hem krijgen naar 19% gedaald. En dat is wel interessant, hè? want dit is dus wat mensen vinden door daar geld op te zetten. Dus ja, je zou wel kunnen zeggen dat in de hele breedte van professionele analisten tot mensen die, er, die, die, er, die erop gokken, dat de consensus is, hij gaat er niet komen voor 1 juni, de ETF. En je zou dus, het is redelijk om te verwachten dat dus in de koers van ITER ingeprijsd is, dat de ETF niet gaat komen. Mocht hij wel komen, ja, dan, dan zal dat nieuws allemaal nog in de prijs terug gaan komen. Dus dat zou voor een, een koerstijging kunnen zorgen. Um, men zei op een gegeven moment van ja, weet je, die Bitcoin ETF, iedereen gelooft dat die komt. 99% kans, ja, dus dat, dat die komt is inmiddels wel ingeprijsd. Ja, het enige wat je niet kunt inprijzen is de feitelijke flows die op gang komen. Dat is hoe we er toen over praten. Nou, bij Ether zou je nu kunnen zeggen, die Ether ETF die is niet ingeprijsd. De markt gaat ervan uit, hij komt er niet voor 1 juni. Misschien wel later, misschien ooit, maar niet nu. Dus dat is wel interessant, denk ik, gewoon om, uh, om in het achterhoofd te houden. Zeker. Um, ja, jongens. <lacht> <lacht> Hoe gaan we dit nou doen? Ja, we gaan het we gaan toch maar proberen nog een slinger aan te geven. Um, dan wil ik eerst eventjes uh, natuurlijk een aantal dingen doen. Um, ten eerste onze sponsoren bedanken. Dat hoort natuurlijk gewoon uh, sowieso eventjes, uh, eventjes bij. Dat zijn Anycoin Direct, Watson Law, Amdax, Finst... en natuurlijk onze hoofdsponsor Bitfavo. En daarna ga ik nog even iets opzoeken. Ja, ik heb hem staan. Want, wat zie ik hier? We hebben uh, uh, van WoW... Een uh, donatie gehad, 7500 zat. En die zegt het volgende heren: ga alvast maar klaarzitten. Gewoon even een kleine donatie van mijn nieuwe nood als dankje voor het luisterplezier. Nou, wow, daar komt hij aan. Hij kwam echt. Ja, het duurt hier uh, live. We doen die geluidjes ook live, dames en heren. En soms duurt het dan even, of komt die gewoon helemaal niet. En dan, ja, dan zitten we toch maar een beetje van ja, we, we, we moeten er maar wat mee. Um, ja, Bert, ik denk dat we toch even een soort ja, uh, crypto-date uh, marktupdate. markt update. En als mensen meer willen, moeten ze morgen gewoon uh, de Alpha markets maar uh, gaan lezen. Nou, zo is het. Um, maar ik denk dat we dat maar even moeten doen. Nou ja, dan, dan zou ik zeggen, Herbert, stel maar eens een vraag aan mij. Nou, ik zat dus vanochtend uh, zelfs... Ik, ik luister alleen maar lokale radio. Ik kan nog wel eens een keer later. Kom maar naar de Discord of naar de QA om te vragen. Welkom, waarom bij Radio dat Schiedam. Nou, Rijnmond is het hier. Gewoon Rijnmond. Uh, maar dat is hartstikke leuk. Maar zelfs daar vertelden ze dat de goudwereld in rep en roer is. Dus dat wilde ik even aan jou voorleggen. Daarnaast. Uh, ja, we volgen hem iets minder. Maar onze favoriete uh, Finfluencer Jerome Powell heeft ook volgens mij weer dingen gezegd. Gaat <hast> dingen zeggen over de rente die ook wel interessant zijn. Dus dat zouden mijn twee vragen ja. zijn, Bert. Nou, laten we die dan uh, eens kijken of dat een, be een beetje compact kan. Nou, ja, laten we gewoon eens beginnen bij Ome J. Die ja. stond gisteren inderdaad weer voor zijn favoriete. Uh, 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 YouTube-kanaal stond die voor de microfoon... voor de camera's, uh, like en subscribe. Hier is Oma J. We gaan het even hebben over de rente. En, en kijk, in december... Hè, dat was de vorige keer dat, dat er... een um, beslissing... of een, 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 een persconferentie... van de Amerikaanse Centrale Bank... daar hebben we het over... was die betekenis had voor de markt. En dat was de eerste keer dat... de Fed zei... bij monden van Jerome Powell... wij denken dat we... Het hoogste punt bereikt hebben van de rente. En we, we, we zijn eigenlijk nu aan het kijken naar wanneer moeten we hem weer gaan verlagen. En dat gaan we niet doen omdat de shit de fan raakt, maar omdat wij een zachte landing voorzien. En waarbij, de, waarbij we dus de inflatie weten te bestrijden zonder een recessie te veroorzaken. En bij een zachte landing hoort dat je op een gegeven moment ja, die rente is heel rustig, een paar stapjes omlaag brengt om, om ja, eigenlijk de economie te begeleiden. En dat heeft ermee te maken dat. Um, als de inflatie rustig daalt en de rente is nog steeds hoog, dan, dan wordt die rente steeds restrictiever. En omdat het verschil tussen de rente en de inflatie steeds hoger wordt. Want die inflatie daalt door en de rente blijft gelijk. Dus wat je dan eigenlijk wil, is die de, de rente laten meedalen met de inflatie. Dat is dan een beetje hoe ze dat voor zich zien. Dat deed uh, uh, Greenspan ook in de jaren negentig. Nou, dat wil Jerome Powell ook wel. Dat zeiden ze in december. En toen zeiden de financiële markten allemaal, had ik idee, hoppakee, to the moon. He? En de ene na de andere aandelenmarkt zette recordkoersen neer. All time highs. Nou ja, en uiteindelijk ook zelfs all-time highs bij bitcoin. He? Dus dat, dat past allemaal, ook macro-economisch, wel in hetzelfde beeld. Um, toen hadden we in, in, in januari ook weer een vergadering, daar was, werd eigenlijk niet veel zinnigs gezegd, want anders, niks nieuws. En nu. Um, was het uh, eind, of, uh, we nu eind maart. En we hebben intussen tijd ja, wat signalen gezien dat de inflatie toch niet zo heel lekker daalt. Hè? En um, ja, dus er begonnen toch wat, wat, wat zorgen te ontstaan. Van ja, als die inflatie niet zo daalt, dan gaat het misschien de Amerikaanse centrale bank ook niet de rente laten dalen, hè, want dat hoort wel bij elkaar. Hè, dan krijg je misschien het no landing scenario, namelijk dat de inflatie helemaal niet naar beneden komt en weer gaat stijgen. Dat moeten we niet hebben. Hè, dus mensen maken zich een beetje zorgen van ja, wat nou als de Fed zegt van oké, okay, we moeten toch strenger zijn. Want de inflatie moet naar beneden. En toen kwam Jerome Powell gisteren en die zei ja, uh, eigenlijk hè, kort samengevat ja, wij denken nog steeds dat de inflatie keurig op weg is uh, naar beneden... en wij zien nog steeds voor dit jaar een aantal renteverlagingen voor ons. Dus eigenlijk be bevestigde hij wat hij in december ook zei... en maar toch was dat voor de markt heel goed nieuws... omdat de markt eigenlijk zo langzamerhand zich een beetje zorgen maakte over... nou, zou John Paul dat nog steeds denken? Hè? Want die inflatie die, die komt minder hard naar beneden dan we, de, dan we, dan we hoopten. He, en um, ja, dat was uh, ja, toch wel brandstof uh, voor um, ja, ja, wat het, wat het, vuurwerk gisteren op de, op de financiële markt. Hè. All, alles maakte een stap omhoog. Dus we zien vandaag nieuwe all-time highs voor de Nasdaq. De, de Amerikaanse tech-aandelen, overigens ook andere indexen. Maar ook weer een stap een, uh, omhoog voor goud. Voor het eerst op 2200 dollar. Dus weer een all-time high voor goud. Bitcoin ook, maakt ook een stap omhoog. 6000 dollar stijging gisteren. En dus de hele daling van de dag ervoor is goed gemaakt en dan nog wat meer. Dus dat zijn allemaal wel hele um, um, ja, signalen dat de markt um, uh, uh, zeg maar positief gestemd is... over de te verwachte macro-economische weersomstandigheden in, 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 de, in de komende tijd. En um, ik las ook best wel wat analisten die dat toch ja, met enig cynisme misschien plaatsten... in de context van de presidentsverkiezingen. He, dan kun je dat is in november, hè, maar dan kun je niet in oktober nog eventjes in één keer uh, de rente verlagen. Dus dan moet je dan toch in het jaar, in de periode daarvoor doen. Um, uh, dus er, dus toch, het, toch het beeld van, ja, weet je, met man en macht werkt men daar samen. De Stalen Bank en de minister van Financiën. Om toch zo gunstig mogelijk beeld te schetsen van de economie. Dus economische groei, lage werkloosheid, veel banen. De huizenmarkt die weer tot leven komt. Dat krijg je als je de rente gaat verlagen. Allemaal dat soort dingetjes wil je natuurlijk eigenlijk kunnen presenteren. als zittende president. om te laten zien: van... tjo, wat heb ik het toch goed gedaan? En dat is natuurlijk allemaal bullshit. Maar ja, alles voor de stemmen, zullen we maar zeggen. Ja, dus het zou, zou maar zo kunnen dat, dat het meespeelt. Officieel natuurlijk niet. Hè? Officieel Centrale Bank hartstikke onafhankelijk. En ik moet zeggen, ik vind toch niet bij Jerome Powell passen. Dat is voor mij toch wel een beetje een. Uh, ja, toch wel een. Uh, wel een good guy of zo. Hij doet wel gewoon wat hij denkt dat goed is of zo. Ja, daar kan je het mee oneens zijn. Maar ik vind hem wel een bepaalde integriteit hebben. Dat is mijn beeld. Um, maar goed, weet je, dat gaan we allemaal zien. Het is in ieder geval uh, um, de, de macro-economische. <laughs> omstandigheden die nu voor ons lijken te liggen, die zijn gunstig. He, dus dat is, dat, is, dat is een van de krachten die op bitcoin werkt... is toch he, de macro-economische omstandigheden. En die is nu wind in de rug. Dus dat is voor, voor de komende tijd gunstig. Um, ja, goud dus naar een nieuw record. Zilver een stuk omhoog. Um, aandelen we naar, naar nieuwe records. Bitcoin een stijging. En dan kom je natuurlijk bij de vraag, hebben we nou nu... De, de correctie achter de rug. Hè? Want ja, vorige week donderdag. Ja, toen hadden we het nog niet over een correctie. En toen stonden we op 73.000 dollar. En nou, volgens mij was het eergisteren of zo. Toen raakten we 61.000 of zoiets aan. Smaak, ja, ja. dan dus zou ik hem uh, ongeveer. gofweg, weg, uh, hè? Beetje, ja. Nou ja, dan denk je, je immers 12.000, 13.000 dollar lager. Dat is echt veel. En dat is ook heel veel. Maar ja, het was maar 18 procent. <laughs> dus ja, kijk. We zijn al deze cycle onwijs verwend met de correcties. Want de vier correcties die we gehad hebben. in um, uh, 23, 23 en eentje dit jaar, hè, in januari. die waren allemaal tussen de 20 en de 22 procent. En dat is echt al heel erg mild als je het vergelijkt met de vorige boelmarkten. Dan zag je geregeld 30, 40 procent correcties. En dan nu 18 procent. Ja, dus de vraag is wel, was dit het dan? Hè? En. Dat, 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 kijk, die, die stijging van 6000 dollar gisteren omhoog. Nou, ik geloof dat ik 68.000 op een gegeven moment zag staan. Eventjes nu 67.000. En de aandelenmarkt op records En goud op records En Jerome Powell, weet je wel. En dan, dan ontstaat er toch al snel het verhaal van: we're so back, hè? Yes, dit was de correctie. En nu gaan we, nu zijn we op weg naar de 100.000. Maar als je puur kijkt naar. Um, ja, wat er te zeggen is over correcties en wat er te zien is in de data. Ja, dan, dan, dan zijn er ook zat aanwijzingen voor. He, dat de correctie gewoon nog niet voorbij is. He, dat er gewoon echt nog wel weer een volgende stap naar beneden gemaakt gaat worden. Um, dus ja, ik zou hier. Dus ik, ja, ik, ik ben hier zelf nu enigszins neutraal in. Ik zeg van nou, laat het maar gewoon eens even, even, even aanzien. Um, ik denk een weekslot boven de 69.000 dollar is tekenisvol um, En dat is wel interessant, want we hadden het twee weken geleden over, is de Oldtime high er nu of niet? Weet je nog, Bart? Mm -hmm. Jij zei, hij is er, ja, ik zei, hij is er niet. Ja, ja, klopt. En, en het ging ook in de community deze week even over, wat is nou, waarom kijken mensen naar weekslot? Dat was een vraag in de, het Vragenforum. En wat ja, is Discord, ja. in Discord, ja. En toen zei Sepp, um, die zei nog van ja, maar dit, dit gaat ook over. We hebben het de laatste tijd vaak over acceptatie. Is, is zien we acceptatie onder of boven een bepaalde koers? Wat, is, wat betekent nou acceptatie? Um, acceptance, price acceptance versus price rejection. Acceptance, dat betekent dat de markt. Comfortabel is met een bepaalde uh, uitbraak van een bepaalde, bepaalde koers. Eh, en dat betekent dat er veel handel plaatsvindt. Dat betekent soms dat ook uh, iets wat eerst weerstand is getest wordt als steun, bijvoorbeeld. Het zijn allemaal van dat soort aanwijzingen. die je zegt van: ja, de koers wordt hier geaccepteerd. Eh, en een weekslot of een maandslot, die zijn. Um, die zijn daarin een soort symbolisch, omdat je zegt: ja, dat betekent dus dat, dat, dat de koers daar uh, al enige tijd is. Dat hoeft natuurlijk niet, hè? want stelt die één seconde voor het weekslot er doorheen gaat, dan is die er pas één seconde. Hè? Dus er is ook wel wat op aan te merken. Maar in de praktijk ja, is dat waar. En dit is een heel mooi voorbeeld, want er is geen weekslot geweest boven de all-time high. <laughs> dus we hebben wel 73.000 dollar gezien. Maar als je kijkt naar de weekly close. Op 10 maart, zondag 10 maart, of eigenlijk maandagochtend heel vroeg is dat, hè? 68.950. Week later, 17 maart, 68.400. We hebben nog geen weekslot boven all-time high gehad. He, dus hebben wij acceptance gezien? He, is de koers geaccepteerd boven all-time high? Ja, eigenlijk dus niet. En die correctie past in dat beeld. Dus we zien nu eigenlijk, kijk, als je naar de weekgrafiek kijkt, zien wij nu een correctie voorafgaand aan een uitbraak boven all-time high. He, dus ja, ik was. Ik, ik, ik stribbelde nog wat tegen op de all-time high, weet je wel. Nou, een week later. Oké, okay, nou, dit is 73.000, we zitten er echt boven. Maar als je, als, je, als je echt naar de lange termijn koersbeweging kijkt, en dat doe je als je naar de marktcyclus kijkt, als een beweging van vier jaar. In die beweging van vier jaar zijn we nog niet door all-time high heen gebroken. Ja. He, dus... Als we deze week een weekslot zien boven de 69.000 dollar, en dan niet 69.000 dollar 1, maar echt significant, weet je wel. Oké, okay, dat zou voor mij een signaal zijn: van oké, okay, misschien is die correctie nu achter de rug. Zien we dat niet? Blijven we hier op 67 steken bijvoorbeeld? Ja, dan zou voor mij een aanwijzing zijn dat het heel goed kan dat we nog ja. langer onder de all-time high. Consolideren. Want dat is wat er nu gebeurt. We zitten gewoon onder die ons all-time high. Zitten we met elkaar, ja, een beetje te, 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 te vechten over wat, wat, hè, wie wilde verkopen, wie wilde ja, kopen. Kijk, ik denk, je maakt wel een goed punt. Want je, maar ik denk ook dat hier op een gegeven moment een beetje twee dingen door elkaar heen beginnen te lopen. Namelijk één, gewoon het record. Hè, net als met polstok hoog springen. Op een gegeven moment springt iemand ergens overheen en dan gaat dat record omhoog. Nou, dat is gewoon die all-time high. Die hebben we gezien, 73.000, hebben we een paar dagen boven gezeten, whatever. Ja. Prima. Ja. Maar het is wel een goed punt. Kijk, je kan je afvragen van, ja, wat zegt het precies, hè? En elke keer op het moment dat je uit gaat zoomen... als je iets verder omhoog kijkt, hè, als je je tijdsframe breder maakt... Ja, dat, dat, dat is met alles wat je doet, ja, dan gaat de ruis er een beetje uit... en dan komt er meer signaal in. Ja, kijk, het nadeel is... Um, dat je langer moet wachten voordat je ergens iets over kan zeggen. Hè? Want ja, je kan na een dag kan je al iets zeggen op basis van de daggrafiek, voor een week moet je er langer op wachten. En voor een maand kunnen we er nog niks over zeggen. Want daar zijn we gewoon uh, simpelweg nog niet. Ja, en dat is waar je nu gaat kijken. En ik sluit me helemaal bij je aan. Op het moment dat je iets met een analyse wil doen, ja, dan. dan Denk ik dat je uiteindelijk er niet onderuit komt om naar maanden of misschien jaren te kijken als je echt iets nuttigs over Bitcoin wil zeggen. Dus dat, dat klopt wel. Klopt. Alleen dat staat op een gegeven moment voor mij wel los van, hebben we nu het record gezien of niet? Weet nee, je wel, 100%. We, hè, dus ja. als het puur gaat om, uh, um, wat zetten we in de boeken? Wat is de hoogste Precies. koers ooit? Dan is dat 73.800 en niet 69.000. Eh, maar als je inderdaad iets wil zeggen over wat kunnen we nou verwachten in, de, in het app en vloed van de markt. He, dus wat is nou de verwachting voor de komende weken of de komende maanden? Dan zou ik zeggen, ja, zolang we nog geen weekslot boven de 69.000 hebben, um, is de meest, is de weg van de minste weerstand dat we nog onder die all-time high ja. um, consolidatie. Uh, laten plaatsvinden. En dat betekent dat er mensen zijn die verkopen, omdat ze het eigenlijk wel een mooie koers vinden om te verkopen. En er zijn mensen die kopen, dat is, die staan aan de andere kant van die trade. En dat kan eruit zien als een correctie. Dat kan een correctie van 30% zijn. En dan kom je uit op 52.000 of zo. Het kan ook, een, het kan ook uh, uh, twee maanden zijwaard zijn tussen ja. de 60 en de 69, wie zal het zeggen. Hè? In ieder geval, afhankelijk van hoe lang het duurt, gaan we het ook een bepaalde naam geven. He, dus de, de narratieven erover, die gaan ook gewoon volgen uit de prijsactie. En dus stel dat het nog twee of drie of vier maanden duurt, dan zullen we uiteindelijk zeggen. hé, hey, de grafiek is een cup en handle patroon. De cup is de Bearmarkt. En daarnaast zie je een handle, namelijk die periode van consolidatie. Als het nog twee weken duurt, dan, dan ga je het geen handel noemen, daar is het te klein voor. Dan zeggen we gewoon. hé, hey, wat grappig, we hebben even geconsolideerd, nu breken we uit. Stel, dat die uitbraak duurt tot na de halving, dan zal iedereen zeggen: zie je wel, dit is precies hetzelfde als alle voorgaande keren. Consolidatie onder all-time high tot na de halving en daarna begint de boelmarkt. Dus die narratieven die zullen straks perfect passen bij wat er eigenlijk is gebeurd. Eh, dus zo, zo werkt dat. Eh, er, er gebeuren dingen en die dingen die gebeuren die, die vloeien voort uit hoe verschillende marktparticipanten de beleggers met elkaar interacteren en achteraf verzinnen we er een schitterend verhaal bij, geven we het een naamje, geven we het beestje een naamje. Eh, maar dus ja, ik, ik, uh, ik denk eigenlijk en als om om even af te maken de meer details erover. Die schrijf ik morgen op in de in de, in de alpha markets. Maar um, zolang wij boven de 41.000 dollar blijven. En daar loopt namelijk het 200daags gemiddelde. Uh, is er geen enkele reden om, om, te, om te twijfelen, om je, om je hypothese te veranderen dat we in een boelmarkt zitten. Ja. He, dus het is prima dat er nu wat correctie is, dat het nu even duurt, dat er nu wat zijwaarts gaan, enzovoort. Dat is allemaal. Het valt allemaal met ruime marge valt dat binnen het scenario van een boelmarkt. Dus ja, ik zou zeggen geniet er even van dat die koers niet elke dag weer naar nieuwe hoogtes gaat. Neem een, loop een rondje in het bos. Ga wat, wat memecoins traden op Solana. Doe wat ja, leuks met je tijd. Ja, whatever. Neem het ervan. Ja. Nou, ik kan je zeggen, als je dat een weekje doet, dan kom je niet uitgerust terug oh. voor de nieuwe alt hoor, kan okay. ik je vertellen. Ik, ik zou toch het, het boswandelingetje aan willen raden. Hey top, uh, Thanksbert. Uh, volgende week uh, uh, krijg je weer wat meer ruimte. Ik zal leuk dat ik geen gekke avonturen zal, uh, zal, zal uithalen. Um, ja, ik denk gewoon dat we hem daarbij even moeten houden, jongens. Ja, uh, ik, uh, ik heb nog wel een tip voor wat mensen kunnen doen met een tijd. Oh, nou, dat willen we uh, nog is jongens, Het is boelmarkt. Het, het is een prachtige tijd. Heerlijk. Iedereen is vrolijk. Um, als je nu luistert, nu nog, hè, dan, dan ben je gewoon blij met de content die we maken. En, ik heb het nieuws voor je, er is meer van. In videovorm, geschreven, in chatvorm. Dat, dat heet Bitcoin Alpha, heb je wel eens van gehoord denk ik. Kom gewoon even langs, neem een abonnementje, steun jezelf, steun ons. Worden we blij van, word jij blij van, gewoon doen. Ja. BitcoinAlpha.nl slash whatever. Ga maar gewoon naar BitcoinAlpha.nl, dan vind je het wel. Nou ja, ik zou zeggen bitcoinalpha.nl slash themamaand. Daar zijn we nog mee bezig, weet je. Daar staat voor alles al direct onder. Kan je ook direct je e-mailadres achterlaten. Uh, kan je member worden. Uh, die themamaand trouwens is ook wel leuk. Uh, Denken we er volgende week eens even op terug gaan komen. We hebben nog een leuke afsluiter die we samen met Trezor uh, gaan doen. We gaan weer wat hardware wallets weggeven. Uh, wat uh, van die stalen units waar je je seed in kan slaan. En wat toffe dingen hebben we gekregen van ze. Ja, zorg alvast dat je lid bent. Dan weet je sowieso dat je ook meedoet aan dat soort prijsvragen. Uh, dit geldt trouwens ook voor de prijsvraag van de feestmaand uit december. Die uh, doen we direct uh, daarbij. Um, ja, dus die uh, gaan er ook allemaal uit. Dus uh, nou, ook nog even thanks naar Trezor uh, daarvoor. Um, maar goed, er zitten allemaal leuke dingen aan te komen. Dus sluit me aan bij peet, uh, bitcoinalpha.nl. En dan kan je je op allemaal verschillende manieren inschrijven. En als je nu lid wordt, echt lid, hè, alfa, dus dat je betalend lid, om het zomaar even te zeggen. Dan krijg je morgen dus ook direct Bertse Mark in je in je mailbox. Nou, Dan, uh, dan weet je zeker dat het. Uh, dat je ja, goed die het weekend die, die, in die gaat. bevat vaak de, de spiciere takes dan wat je in de podcast hoort. Ja, in de podcast die. hoor je een stukje van, van wat er allemaal in dat hoofdje van Bert afspeelt. Precies. In de marktupdate lees je morgen bijvoorbeeld hoe het, uh, hoe, hoe het kan dat die per ongeluk 10 miljoen geburnt heeft. Blijkt dat Bert de Slurf <laughs> was. Het zou, het zou zomaar kunnen, je weet het. zitten hier met slurf. <laughs> 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 nou, goed, jongens, we houden ermee op. We zijn bijna twee uur bezig. Uh, ik hoop dat elke luisteraar zijn wandelingetje af heeft gemaakt. en dan uh, Ja, uh, rest mij verder niks aan jullie twee te bedanken. Bert, Peet, jongens, uh, fijn weer, leuke takes, veel leuke dingen gehoord. Uh, even informatieve dingen gehoord. Um, ja, onze luisteraars, ik wil jullie graag bedanken. Aan de andere kant van de lijn, weer aflevering 303. Ik bedank jullie elke week. Dat blijf ik ook gewoon doen, want dat vinden we fantastisch. Uh, er luisteren meer mensen dan ooit. Uh, de communities zijn leuk. Op Telegram hebben we het over pannen. Op Discord hebben we het over bitcoin. Uh, we, alles gaat goed. En dat is gewoon heel erg leuk, weet je. We werken er hard voor, we doen er veel aan. Maar het is heel leuk om jullie... Um, bedankjes, berichtjes, donaties, vragen en andere interacties uh, te zien. Dus blijf dat ook vooral doen op Spotify, op de Q&A, in de Discord, in de Telegram. Op e-mail krijgen we het soms. We lezen alles, we proberen overal op te reageren. En uh, dat waarderen we heel erg. Um, ja, dat gezegd hebbende uh, wil ik jullie bedanken. En dan zie ik jullie graag gewoon volgende week weer terug voor aflevering 304. Later, jo. En daar komt hij. Ja! Ja. Later. Later Zo! Dat heb ik nog nooit. Die laat ik erin voor de aflevering. Die klap die was perfect in sync. Fantastisch.